Garnert. Mijn naam is Ben Smit, ik ben voorzitter van de commissie Jeugd van de Dorpsvereniging. Aan mij de schone taak om deze avond te openen. Het is onrustig in onderwijsland. Het is onrustig in veel dorpen. Scholen gaan dicht, misschien, fuseren. Daarom deze avond, om nog even stil te staan. Kennis te delen, samenwerking te zoeken. Vroeger was deze plek, dit was een doorrit. Dat wil zeggen, de paden kwamen daar binnen, kwamen hier te staan, werden schoongemaakt, verzorgd, gekoeld, van eten voorzien en konden uitgerust die kant weer door. Vanavond zitten we hier bij elkaar om na te denken over de verzorging van een kleine school, misschien wat kennis te geven, wat rust te geven. Misschien kan die daarna weer die kant weer door. Om deze avond een goede setting mee te geven, een citaat van de wijsgeer Confucius, die zo'n 2500 jaar geleden het volgende zei: vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het misschien onthouden. Betrek me erbij en ik zal het gaan begrijpen. Ik geef graag het woord aan Engbert Breuker, onze dagvoorzitter en dialoogleider, zoals hij zichzelf noemt. Het is zijn vak. Hij leidt meerdere dialogen op verschillende plekken in het land. Maar is tegelijkertijd partijdig, want hij woont in Den Andel. Dankjewel Ben. Geef hem een applaus. Want ik wil graag een avond met jullie meemaken waarin we kennis verzamelen, informatie met elkaar delen en vooral kijken wat mogelijk is. Wat kan wel? Dat is het thema van deze avond en natuurlijk gaat het over kleine scholen. Het woord behoud is daarbij relatief, denk ik. Want het kan ook gaan om nieuwe kleine scholen, want als het zo'n geweldig idee is, dan maken we misschien heel veel kleine scholen. Goed, partijdig ben ik wel. Dat is een raar woord, want ik zie eigenlijk ook geen partijen. Ik zie wel een belang in de maatschappij en dat belang dienen we volgens mij allemaal. In welke vorm? Goed onderwijs is de basis van onze maatschappij. Als daarna werk volgt en een goede woonplek, dan volgt welzijn en gaat het goed met onze wereldvrede. Zo belangrijk is goed onderwijs. En daarom hebben we het vanavond over het behoud van goed onderwijs, volgens mij. Oké, het gaat vooral om dat we kennis verzamelen. Dus probeer, als je iets wilt, een vraag te stellen en geen betoog. Want daar kost alleen maar tijd. Dus ik ga gewoon een knopje spreken. Kom dat de eerste spreker. Ja, zit niks in de zaal. Ja, zit allemaal. Ik moet nu gaan doen waar ik heel goed in ben en waar ik heel slecht in ben tegelijkertijd. En ik denk dat dat heel mooi een aanleiding is om te vertellen wat je zou moeten doen als je kleine scholen wil behouden. Waar ik goed in ben is de essentie van een verhaal vertellen. Daar ga ik jullie daar iets over vertellen. Loppersum Oost. Per 1 september start daar een netwerkschool van 3 kleine dorpen. Een construct waarbij je onderwijs heel dicht in de kleine dorpen kunt houden. Waarbij je kleine scholen kunt behouden, natuurlijk binnen kaders. Waarbij je kwalitatief goed onderwijs kunt garanderen. En ik denk dat het resultaat is van een jaar of 3 ongeveer, strijd, werken, onaflatend. Dat kan je niet alleen, dat kan je als mens niet alleen, want heb je de energie niet voor, je hebt ook de kennis niet. Als jullie van mij een chronologisch verhaal zouden willen horen, zou je dat niet kunnen krijgen, want dat is niet mijn ding. Maar daar heb ik iemand voor als Tini, of als Albert, of als Jolanda, of als al die andere mensen die met ons gewerkt hebben. Ik neem jullie wel heel even mee terug in de tijd naar, laten we zeggen, maart 2011. Toen zat Loppersum, de gemeente Loppersum nog, als artikel 12 gemeente, moesten die een integraal huisvestingsplan maken en dat werd geschreven. Dat was een product waarin een aantal scenario's stonden, onder andere voor het onderwijs, de 4 stuks wel te verstaan. En daarmee ging de toenmalige wethouder een soort tour de village doen en die ging langs alle dorpen in de dorpshuizen vertellen hoe mooi het plan wel niet was. Nou, ik woon in het Zand. Bij ons zag dat er als volgt uit. Het hele dorpshuis was ongeveer zo vol als dit. En wij zaten daar 10 minuten stil. Pleister op de mond. En de wethouder zat daar. En de essentie van het verhaal was, zo stil wordt het als strakjes in het zand de scholen niet meer is. Een dergelijke actie ontstond ook in Westerende. Met misschien nog wel veel meer flair en veel meer publiciteit. Een dorpsschooltje van 800 jaar dicht, dat kan toch niet waar zijn.
Eenzelfde actie ontstond in Zeerijp en in Oosterwijtweert en Eenum, nee, Leermens. En de wethouder zei tegen ons, nou, als jullie het dan beter weten, schrijf dan zelf maar een verhaal. Er is ook ruimte voor een scenario 5. Als volgt gingen we toen in de dorpen aan de slag en dat is heel onwennig, want je moet een aantal mensen zoeken waarmee je kunt werken. Je moet mensen zoeken die iets willen weten of die iets weten van organiseren, die iets zich willen verdiepen in onderwijs. Mensen die kunnen schrijven, mensen die iets weten van nou, hoe zo'n dorp werkt, van de aard en het soort van verschillende dorpen. Dus in ieder dorp ontstond eigenlijk een klein groepje mensen waarin dorpsbelangen zat, waarin de MR van de school zat en waarin een aantal betrokken ouders zaten. En die zijn aan het kijken gegaan of ze in dat dorp draagvlak konden creëren. En via een vriendenrelatie, en misschien wel wat toevallig, tussen een aantal dorpen, is de werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost ontstaan. Dat is een groep van ongeveer 40 mensen. En in de zomer van 2011 hebben wij met ongeveer 40 mensen dit stuk geschreven. Waarin we eigenlijk, nou ja, ik denk dat we het jullie gewoon moeten toesturen, want het is veel te veel om daar echt iets over te vertellen. Wat we eigenlijk zeggen is, gemeenten, schoolbesturen, wij denken dat je anders kunt organiseren als alleen een grote kindvoorziening. Wij denken ook dat het heel belangrijk is om in die dorpen, waar ons hart ligt, waar we bewust zijn gaan wonen vaak, om die school daar te houden, want die school is een van de aanjagers van het leven. In de tijd daarna zijn we, ik denk dat we wel anderhalf jaar bezig geweest zijn om goed in dialoog te komen, om onszelf te organiseren. We hebben in de gemeenteraad eindeloos ingesproken tot irritatie toe. We hebben de politiek benaderd, alle fracties besproken, steeds opnieuw benaderd, ons verhaal verteld, nog een keer. Heel belangrijk geweest in dat proces is een soort van werk. Wat we gedaan hebben aan verschillende soorten kleine scholen in de landen. We hebben een dag met z'n allen in een bus gezeten, een hartstikke natte en koude dag, 4 december was het geloof ik, 2012. En in die bus hebben we met elkaar gepraat en hebben we samen kennis opgedaan en we hebben samen gekeken naar die drie verschillende situaties waar we geweest zijn. En ja, daar zagen we dus een prachtig inspirerend voorbeeld van een netwerkschool. We hebben gekeken naar een heel klein schooltje waarvan we eigenlijk allemaal zeiden, nou, dit is wel heel klein. Maar het onderwijsconcept is wel heel interessant. En we zijn naar een kindvoorziening geweest die eigenlijk ook wel heel mooi was, maar waar ook toch wel de nodige haken en ogen aan zaten in een krimpend gebied met een economische terugloop. Nou, na dat bezoek hebben we denk ik in anderhalf jaar dat plan gebouwd. Wat daarin belangrijk is dat je in gesprek blijft. Met allemaal. Met het bestuur, met de gemeente en met je achterban. Dit gun ik jullie. Als je meer van ons wil weten, benader ons. We zijn bereid om op latere stadia nog veel meer te vertellen over wat we gedaan hebben. Jullie met raad en daad terzijde te staan. En ik denk dat voor nu het verhaal klaar is. Ik ben inderdaad een ouder van een kleine school. 43 leerlingen in Overijssel. En een paar jaar terug was men plots van plan om die school te gaan sluiten. Althans, er was een dreiging, leerlingentekort enzovoort. Nou, dan heb ik het over 3-4 jaar geleden. We waren als ouders toch wel redelijk in paniek. We wonen in een buurtschap, nog niet eens een dorp. Ze dachten van nee, dat kan niet, want hoe moet dat nou met die leefbaarheid? We hebben ons met z'n allen ervoor gegooid voor het schoolbestuur en we zijn gaan praten. Ik hoorde net al zeggen, in gesprek blijven, inderdaad, dat was voor ons ook een oplossing, bleek. Op het moment dat het schoolbestuur tegen ons zei van goh jongens, jullie krijgen Fiat om te blijven bestaan, kwam een dag later in de krant een grote kop dat de norm omhoog zou gaan naar 100 en dat de kleine scholentoeslag zou verminderen. Nou, je begrijpt, wij vielen gewoon in één groot zwart gat. We hadden zoiets van potverdorie, hebben we 2 jaar lang gestreden. En nou gaat de regering ineens voor ons besluiten dat die school toch op slot moet, want zonder geld is er geen kleine school. Zo realistisch zijn we ook wel. Dus we hebben nog meer mensen bij elkaar gecharterd. Maar we dachten ook van ja, als wij in Agelo wonen, een dorp met 350 inwoners, gaan we het niet redden. Dus we moeten zien dat we landelijk op de kaart komen. Dus we hebben een stichting opgericht. We hebben contact gezocht met de provincie, met de Tweede Kamer.
En uiteindelijk zijn ze ook in Den Haag helemaal knettergek van ons geworden. We zijn daar verschillende keren geweest met kinderen. Alle klassen zijn meegeweest, verschillende keren heen en weer gereisd. U kent ons misschien van een landelijke petitie die we toen hebben aangemaakt. We hebben uiteindelijk, u ziet daar ook Loes Eijma nog op de foto staan, u ziet Paul van Meenen op de foto staan. We hebben ze allemaal gesproken bij de kind aan huis. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling, we wilden maar één ding. En dat die kleine scholentoeslag bleef bestaan. Ondertussen was overigens de norm, was de heer Dekker, had zich al bedacht van nee, inderdaad, is ook niet realistisch. Maar we moesten nog even verder strijden. Dus we zochten een tweetal ambassadeurs. Die hebben we gevonden, Bettine Vriesekoop. Ik weet niet of u haar nog herinnert. Iedereen die boven de 40 is waarschijnlijk wel. We hebben al gemerkt, ben je onder de 40, dan wordt het hem niet wat. Maar zij is bekend om de pingpongballen. We hebben een landelijke pingpongballenactie georganiseerd. Ondertussen hadden we tientallen donateurs, allemaal kleine scholen door geheel Nederland. En we zijn wederom naar Den Haag gegaan met een heleboel kleine scholen en echt honderden pingpongballetjes in één hele grote doorzichtige bal die daar over het plein heeft gerold. Ik begrijp dat we absolute media hebben behaald, maar nog mooier was dat we enige tijd later compleet verrast werden door uiteindelijk de ChristenUnie die hem ingekocht heeft, waardoor bleek de kleine scholentoeslag mag behouden blijven. Nou, we hebben een feestje gevierd, absoluut. Ondertussen waren we ook al geregeld in gesprek met het ministerie van Onderwijs. Daar zit ook hier een afvaardiging, de heer Zwarts. Daar een hele leuke relatie mee opgebouwd. En we kregen echt het gevoel, we worden serieus genomen als inwoner in het buitengebied. En dat is tevens de succeskant, denk ik, van dit verhaal. Als ik nu nog even terugkijk naar onze situatie in Agelo. Wij kunnen blijven bestaan. Want ons bestuur, onze stichting, die had al ingezien dat die kleine school absoluut toegevoegde waarde heeft. En daarnaast mogen we een potje geld behouden. En als mooie oplossing heeft het bestuur nu ook nog bedacht. Wij zitten met 22 scholen onder één koepel. En eerder hadden wij altijd onze eigen directie. Dat is nu opgedeeld. We hebben nu samenwerkingsvormen van 4 scholen onder één directie. Nou, ik denk dat we allemaal wel kunnen uitrekenen wat dat scheelt. Als je dus inderdaad bij iedere kleine school de directie wegplukt en daar één locatiecoördinator op zet. Dat scheelt een behoorlijk potje met geld. Dus ja, voor ons is het uiteindelijk in Agelo een succesverhaal geworden. Alleen, nu moeten we nog behouden dat die kracht ook blijft en dat we dat voor het hele land onze eigen invulling gaan vinden. Dus we willen eigenlijk iedereen daar nog in steeds oproepen. Word alsjeblieft donateur van onze stichting. Want mensen alles samen sterk. En ik heb grote bewondering voor wat hier nu vandaag wordt georganiseerd. Echt klasse. Dus daar mag alvast een applaus voor. Dat was... Het mooie had ik het gevonden als de schoolbestuurder waar jullie mee te maken hebben hier staan zou hebben. Ik heb even met mevrouw gesproken straks. We zijn tenslotte collega's van elkaar. Ik ben de schoolbestuurder in de buurt van Venlo. We hebben 13 scholen, waaronder openbare katholieken, een speciale school. En in mijn scholenbestand zijn er 3 scholen die dreigen onder de opheffingsnorm te komen. En ik heb dus de afgelopen 18 jaar ben ik reeds bestuurder van deze stichting. En ik heb vanaf het begin van 1996 hebben wij in de statuten opgenomen dat wij de kleine scholen zullen openhouden. Van tevoren waren het allemaal scholen met hun losse bestuurders. En bij de totstandkoming van dat nieuwe grote schoolbestuur is afgesproken dat als je dat doet, dan moet dat toch leiden dat je de kleine scholen en de grote scholen laat samenwerken, zodat je dus een sterk stichting hebt, een sterke koepel hebt. De afgelopen jaren is dat erg onder druk komen staan en ik heb dus ook alle mogelijkheden die ik kon verzinnen gebruikt om dus die kleine school overeind te houden. Ik zal jullie dadelijk een aantal scala van mijn gedachten met jullie delen. En de vraag die mij gesteld werd, waarom ben je helemaal uit 287 kilometer hier naartoe gereden? Als je kennis wil delen, dan zul je eerst kennis ook moeten halen en brengen. Ik wil het vandaag komen brengen in de hoop dat ik vanavond ook iets hier hoor, waar ik thuis ook mee weer vooruit kan. De goede opletters zullen gezien hebben dat er hier een Thijs Rutte en een Bobien Rutte is. Helaas, ze is niet mijn vrouw. Anders had ik het heel makkelijk met het behoud van de kleine scholen. Maar misschien groeit er na vanavond nog iets uit.
goed dat ik naar huis moet. Onze stelregel is bij ons, it takes a village to raise a child. Dus het is een heel dorp nodig om kinderen te laten opgroeien en opvoeden. Ik belicht het dus als schoolbestuurder van een aantal kanten. Als schoolbestuur hebben wij de opdracht om kinderen dus te ontwikkelen. Anderzijds kan dat niet zonder de medewerking van ouders, van opa's en oma's, steeds meer staan die bij ons ook aan de poort, en het hele dorp. Als je een kleine school wil behouden, gaat het natuurlijk niet alleen over de ouders die kinderen op dat moment op school hebben, maar je hebt ook nog ouders die, waar wij van hopen, straks ook kinderen gaan krijgen en ook die school weer gaan vullen. Dus het is dus niet iets, alleen iets voor de huidige ouders die op school hebben zitten, maar ook voor de hele ouderpopulatie in de streek. Ik moet erbij vertellen dat het gemeentebestuur, want we hebben het bij ons altijd over de gouden driehoek. Je hebt ouders en kinderen, je hebt de school, maar je hebt ook het gemeentebestuur. Dat noemen wij bij ons de gouden driehoek. Zonder die afspraken tussen die drie partijen krijg je een school nooit goed geplaatst in de gemeenschap. Daar moet ik wel eerlijkshalve bij vertellen dat ons gemeentebestuur altijd met mij meedenkt. Dus op het moment dat ik in de problemen kom, gaan we dus een sessie aan en gaan we kijken hoe we dat kunnen doen. Dus ook het gemeentebestuur staat bij ons achter mijn doelstelling om de kleine scholen overeind te houden. Op dit moment wordt het wat lastiger. We hebben één school waar 52 leerlingen zitten in het kleine kerkdorp Koningslust. En wij maken om de 4 jaar met de gemeente een integraal huisvestingsplan. Want als schoolbestuur, dan moet ik natuurlijk wel zorgen dat ik financieel gezien het kan redden. De grootste kosten die ik heb zijn naast personeel, 85% van mijn begroting bestaat uit personeel. Anderzijds 15% uit kosten, materiële kosten, waaronder de huisvestingslasten. En wij hebben bedacht dat we de komende jaren de scholen weer teruggeven aan het dorp. En dat betekent, in de Koningslust is een gemeenschapshuis en ik heb hem voorgesteld om het oude schoolgebouw van 10 lokalen, waarvan er slechts 4 bezet worden, om dus aan het gemeenschapshuis 2 lokalen te bouwen, dus de capaciteit die ze nodig hebben voor de komende 10, 15 jaar, wat wij voorzien in de prognoses. En dat huren wij dan van het gemeenschapshuis. De gemeente bouwt die 2 lokalen. Ik word ontzorgd omdat het dorp zelf het hele gebouw gaat runnen. En daarnaast kan ook de gemeenschap gebruik maken, na school, van het gebouw. Het tweede, wat wij in Kessel-Eijk, ook zo'n klein dorp in de buurt van Venlo en de Maas, hebben geprobeerd, is toen ik dus het aantal leraren wilde verminderen en dat ze dus geen 3 groepen meer konden maken, toen hebben de ouders zelf voorgesteld, nadat ze ook mij sterk onder druk hadden gezet om alle financiële gegevens beschikbaar te stellen, wat ik graag doe, want alles is, het is mijn geld niet en ik moet ook transparant zijn en verantwoorden, dat ze al mijn begrotingen zijn doorgaan zoeken, en met name de onderhoudsbegrotingen, en ze hebben een aantal posten eruit gehaald die ze in het dorp zelf doen. En dit jaar was het weer het geval en ik moet het dak laten vernieuwen. Nou blijkt er dus in de buurt Neptunus te zijn, een heel groot bedrijf, bekend van de tenten. Nou, die gaan dat doen, want Neptunus heeft veel werknemers uit Kessel-Eijk. En dus het bedrijf heeft gezegd, dat gaan wij voor jou doen. En je hoeft alleen maar de kosten te betalen van de materialen. Dus op die manier probeer ik dus de gemeenschappen zelf actief te maken om hun eigen school te behouden. In Beringen, een andere kerk waar ik zelf woon, daar heb ik, omdat ik straks na mijn pensionering graag nog iets te doen heb ik een sociale coöperatie opgericht, want er liggen een aantal kansen. Naast de kans dat je als school ook de kinderopvang gaat regelen, wat ik ook op 17 locaties doe. Dus bij de grote scholen wordt winst gemaakt op de kinderopvang en daardoor kan ik bij kleinere scholen ook nog iets doen met die kinderopvang. Ik heb de ministerie zelfs gevraagd of het mogelijk zou zijn om kinderen tot 3,5 jaar 2 keer 's morgens toe te voegen aan de kleutergroepen al. Alleen dat mag niet. Ik heb het geprobeerd, dat is voor die kinderen heel erg leuk, die jongere kinderen. Van 2,5 tot 3, om 2 keer in de week in de kleutergroep van de juffrouw deel te nemen. Waardoor we dus toch de doelstelling die wij willen, dat kinderen kennis maken en alvast een beetje opgepakt worden, dat we dat stimuleren. Daarnaast zie ik dus een aantal kansen in de 3D's. Jullie weten dus dat er 3 grote decentralisaties komen. Jeugdzorg, participatiewet en nog eentje, de WMO. En met name die WMO biedt nogal wat kansen. Binnen de WMO
kan je als dorp een aantal taken overgeheveld krijgen. In onze sociale coöperatie in Beringen bijvoorbeeld hebben wij nu toegezegd gekregen van het gemeentebestuur dat wij dus een aantal mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt, die gaan wij in die dorpscoöperatie in dienst nemen en die gaan het groen in het hele dorp doen. We gaan ook het huishoudelijk werk van de school van het dorp overnemen en u zult denken, wat heeft dat nou met de school te maken? Nou, in het dorp is een kerk, of de school is een gemeenschapshuis. En de coöperatie beheert alle drie die gebouwen, ook van de school. De winst die daarmee gemaakt wordt, wordt ingezet op een aantal andere kwelen. Afgelopen week ben ik bij een bijeenkomst geweest van Jan Rotmans, naam moet je onthouden, als een professor uit Rotterdam, die heeft transitiekunde, heeft die. Die heeft een hele sessie gegeven over veranderingen die de komende jaren gaan gebeuren. Hij zegt, er zijn twee kenmerken daarvan. De eerste, er moet een crisis zijn, en de tweede, een technologische doorbraak. En hij noemt als technologische doorbraak dat de 3D-printer zijn intrede heeft gedaan, waardoor wij alles zelf kunnen maken. Waarom vertel ik dat? Omdat ook onderwijs is een sector die natuurlijk niet op zichzelf staat. Die sector die heeft relaties ook met het economische welzijn van de streek. In Limburg-Noord is maakindustrie en er zit veel druk op het onderwijs om veel leerlingen naar het VMBO te sturen. Door die technologische doorbraak kunnen mensen zelf in kleine bedrijfjes veel meer dingen gaan doen. En dus meneer Roetmans heeft dus een aantal kantelaars heeft hij genoemd. Ik ben uitgekozen in deze streek om als fris kijker en dwarsdenker mee te doen om dus de transitie van het onderwijs meer richting, zo zou ik zeggen, een crossovers met de andere gebieden gaan te maken. Want daar zie ik de toekomst. Dus ook van de school. Voor mij hoeft een school, is niet het gebouw, is niet het schoolbestuur. Is, vanuit een kind bekeken, is school een plek waar ze 5 uur van de 24 uur vertoeven en waar ze de culturele vaardigheden leren. Rekenen, taal, lezen. De hele dag door leren ze andere dingen. En een van de dingen die wij dus ook in ons bestuur hebben afgesproken is dat we dagarrangementen doen. De scholen stoppen om 2 uur. Tussen 2 uur en 6 uur doen wij dus met hulp van de gemeente, combinatiefunctionarissen en met de kinderopvang arrangementen voor kinderen gebaseerd op 8 intelligenties van die kinderen. Er is meneer Gartner geweest, die heeft dus een concept uitgewerkt dat kinderen over 8 verschillende talenten kunnen beschikken. Denk maar aan muzikaal, denk aan bewegen, denk aan drama, muziek. Je kunt op een bepaald gebied je talent hebben. Dus het is niet van belang hoe slim dat je bent, maar hoe je slim bent. En dat benutten wij dus om dus na school aansluiting te zoeken met verenigingen en met mensen die dus iets kunnen rondom de school. Zo hebben wij dus programma's en het gaat dus op een gebied van ongeveer 10 kilometer bij 7 kilometer waar wij onze scholen hebben, proberen we dus in na school die programma's die kinderen te verbinden met hun talent. Waardoor we in de school dus ons kunnen concentreren op rekenen, talen, lezen en ook dus in het kader van de passende onderwijs waarin wij dus alle kinderen op school willen houden, dat is ook een stelling van ons. Wij houden er niet van dat kinderen in busjes geplaatst worden. We zullen het ook nooit toestaan dat kinderen, omdat we bewegen met geld, gedwongen worden het school te sluiten. Dat is bij ons dus niet aan de orde. Dus mijn opdracht van mijn raad van toezicht is dat ik pas succesvol ben als bestuurder als ik in slaag om voor de komende 10 jaar ervoor te zorgen dat kleine scholen niet gesloten worden. En dat is wel uniek en die opdracht heb ik ook heel graag aangenomen. En volgens mij zijn de 10 minuten bijna om. Zou ik willen afsluiten met de spreuk van Ubuntu. Ik weet niet of u het kent. Ik ben omdat wij zijn. Ik wens jullie daarbij veel succes. Ja, hoe is het begonnen met de kleine scholencoöperatie? Eerst de aanleiding even. Ik woon in een klein dorp in Friesland. Met 300 inwoners ongeveer en we hebben nog een eigen school, we hebben nog een eigen kerk, we hebben nog een eigen kroeg, we hebben nog een eigen dorpshuis en we hebben een rijk verenigingsleven met biljarten, met dammen, noem maar op. Toen op een gegeven moment kwam het schoolbestuur met de onzalige mededeling dat ze in hun oneindige wijsheid hadden besloten om de school te laten fuseren met de school in het buurdorp. En dan, die school die staat dus iets meer dan 5 kilometer verderop. En dat was een
harde slag voor het dorp, mensen allemaal, hoe moet het nou? En we hebben eeuwen en eeuwen en eeuwen hebben we hier in het dorp een school gehad. En nu opeens zou die school dan verdwijnen. Dat wil zeggen, je onttrekt dan de leefbaarheid voor een gedeelte aan het dorp. Ik ben toen gevraagd door de dorpsgemeenschap om te helpen, om te adviseren. We hebben dan zo de setting gedaan dat de MR mij officieel gevraagd heeft om adviseur te worden, zodat ik de handen vrij had om te kunnen zeggen en te kunnen doen wat nodig was. Een school vind ik, dat is mijn persoonlijke overtuiging, als je ziet hoe een school functioneert, een school is een slagader van het dorp. En slagaderen moet je beschermen en die moet je niet doorsnijden. Die andere slagaderen heb ik genoemd, de kerk, de school, de kroeg, het verenigingsleven. Dat maakt de leefbaarheid van een dorp, dat maakt een dorp uit. En de school is dus geen school van ouders. De school is een school van dorpsgemeenschap. De ouders zijn voorbijgangers, de school blijft bestaan. En dat is het grote verschil. We hebben op een gegeven moment herkend dat we gezegd hebben, we moeten niet met de ouders, alleen met de ouders spreken. We moeten vragen wat het dorp ervan vindt. Wat vindt het dorp ervan? Moet de school blijven bestaan? Moeten we ons best doen? Of zegt het dorp, toekomstige ouders, voormalige ouders van leerlingen, nee, het is wel goed zo. Nee, het hele dorp heeft gezegd, ik geloof twee mensen na, alle 300 mensen hebben gezegd, de school moet blijven bestaan. Doe je uiterste best. Wij wilden die gedwongen fusie dus niet. En nou even heel in het kort de afloop. We hebben over en weer gesproken met, we zijn met het ministerie geweest, bij meneer Swartz die achter in de zaal zit. We hebben notities geschreven en het zou dan uitdraaien op een procedure bij de geschillencommissie die op 25 augustus aanstaande dient. Zo'n procedure hebben we op een gegeven moment gezegd, die kun je winnen, maar je kunt ook een procedure, dat is een soort van rechtbank, die geschillencommissie, die kun je ook altijd verliezen. Hoger beroep is eigenlijk niet mogelijk, dus we hebben op een gegeven moment gezegd, we willen een plan B. Toen ben ik in contact gekomen met Jan Schuurman-Hes, die hier vanavond dus ook graag aanwezig had willen zijn, maar helaas verhinderd is. En helemaal in het, we hebben toen samen nagedacht, nou wat willen we? Hij zat eigenlijk in precies dezelfde situatie. We hebben nog een school in Hoog-Keppel hebben we erbij gekregen, waar ook de gedwongen fusie op de rol stond. En die zijn ondertussen voor de geschillencommissie geweest en hebben gezegd, die hebben die procedure gewonnen. Hebben ook gezegd, dat willen we niet en die zijn dus succesvol geweest in hun verzet. Dat plan B. We hebben gezegd, een plan B is nodig, want we moeten verder kijken. Dat was op een gegeven moment het idee. We moeten verder kijken dan ons eigen dorp. We moeten verder kijken dan onze eigen 2 of 3 of 4 dorpen. We moeten een oplossing proberen te vinden voor Nederland. Want er zijn heel veel kleine scholen die soms onder bijzonder moeilijke omstandigheden het hoofd boven water proberen te houden tegen een machtige koepel, tegen een machtig gemeentebestuur en dan vreselijk hun best doen en we moeten gewoon iets ontdekken, iets uitvinden wat voor iedereen zou kunnen gelden. We hebben toen een gesprek gehad met de staatssecretaris en daaruit is het plan gegroeid om de Tweede Kamer een petitie aan te bieden. En ik ben bijzonder blij dat mevrouw Loes Ietma hier vanavond, ik moet zeggen Ietma, ik kom uit Friesland en een Y, wij zeggen Ietma, dus het glijdt er zo uit bij mij, Ietma. Dus ik weet dat ze in Den Haag Ietma zeggen, Ietma. Die heeft het thema opgepakt en die heeft dat bijzonder succesvol gedaan. Ze heeft een initiatief ingediend in de Tweede Kamer, dat is gisteren onder andere behandeld. En als het er doorkomt, dan verdient zij alle credits van ons om dat wat zij gedaan heeft. Wat is nou het plan met die coöperatie van kleine scholen? Ze hebben dus gezegd, we moeten voor Nederland wat bedenken. Toen hebben we gezegd, als we nou allemaal van die kleine scholen, als we die nou gaan verenigen in een koepel. En dan een koepel van maximaal 7 kleine schooltjes. Met ongeveer 300 leerlingen. In totaal. Dan heb je voldoende leerlingen om een nieuw BRIN-nummer aan te vragen. Een BRIN-nummer is een voorwaarde voor de bekostiging van de school.
Je bent dan, als je die 7 kleine schootjes bij elkaar hebt en er komt weer een klein schootje en nog een klein schootje, dan maak je een tweede koppel, een derde koppel enzovoort. Dan heb je een model wat zichzelf kan vermenigvuldigen en waarbij je niet mensen hoeft teleur te stellen. We hebben dat toen gedaan. We hebben wel een aantal criteria opgesteld waar zo'n school dan aan moet voldoen. Want je zit natuurlijk met name in, ik geloof, daar zal straks Gary Schwartz wat meer over kunnen zeggen, in Friesland, waar ik woon, hebben we geloof ik de meeste kleine schooltjes van heel Nederland. Qua inwonersaantallen en bevolkingsaantallen in totaal. In Friesland is het dus zo dat je vaak op dorpjes een protestantse en een openbare school had, of een gereformeerde en hervormde school had, of een katholieke en een openbare school had. En wij hebben gezegd, wij snappen dat je in deze tijd dat niet vol kunt houden. Waar je dus naartoe moet, dat is een laatste school op een dorpje. Eerst moeten scholen onder elkaar gaan fuseren, met elkaar gaan samenwerken, een soort samenwerkingsschool, hoe dan ook. Zodat je als het dan om de laatste school op een dorp gaat, die zou dan tot zo'n koppel moeten kunnen toetreden. Met als criterium afstand, namelijk meer dan 3 kilometer tot de volgende school. De kwaliteit van de school moet oké zijn. De school moet financieel gezond zijn. En het dorp en de ouders moeten erachter staan. Dus niet alleen de ouders, maar ook het dorp, ook de dorpsgemeenschap. Die moeten erachter staan. Dat plan is toen ingediend. Er is door de staatssecretaris advies gevraagd aan het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht van professor Huismans, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En dat onderwijs, dat advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht komt op eind augustus beschikbaar. We hebben gezegd, oké, die schooltjes, hoe gaan die dan samenwerken met elkaar? Nou, het is maar ook, wat heeft de voorkeur? Als een school zegt, wij willen graag met scholen in de buurt. Of een school zegt, nee, wij willen graag met scholen, een school uit Zeeland, een school uit Limburg, een school uit Friesland, een school uit Groningen, enzovoort, dus ver uit elkaar. Wat communicatie betreft hoeft er tegenwoordig geen probleem mee te zijn. En je kunt dan van de verschillende streken de kinderen ook wat kunnen leren. Hoe is het voor een Frieskind? Ze zullen dan bij elkaar op bezoek gaan, ze zullen schoolreisjes maken naar de andere scholen en dergelijke. Vind je het goed als die scholen dan wat verder uit elkaar staan, of wil je juist liever het spul wat dicht bij huis houden? Dat is ook aan het dorp en aan de dorpsgemeenschap en aan de ouders natuurlijk. We hebben toen gezegd, we willen ook een comité van aanbeveling. We willen de politiek bewerken en daarbij is het goed om een comité van aanbeveling te hebben. En toen hebben we van alle politieke partijen een voorman bereid gevonden om in het comité van aanbeveling te gaan zitten. Felix Rottenberg van de Partij van de Arbeid, Hans Wiegel van de VVD, Karin van den Broeke, de prezes van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland van het CDA, Jelly Alkema van D66, oude stadsdeelraadvoorzitter van Amsterdam Centrum, en professor Smits van de Radboud Universiteit in Nijmegen als wetenschapper. En we hebben gezegd dat is een mooi criterium om te laten zien ook dat alle partijen, alle politieke partijen erachter staan. Of dat vertegenwoordigers van alle politieke partijen erachter staan. En dat idee om zo'n landelijke koepel te maken, vind ik nog steeds de allerbeste oplossing om de scholen te kunnen laten voortbestaan. En wij hopen van harte dat zowel de politiek als het ministerie, waarmee we nog in gesprek zijn, hun werk willen doen om de leefbaarheid van onze dorpen en de leefbaarheid voor onze kinderen verder te continueren. Bedankt. Maar het is zelfs mogelijk om met behulp van de provincie de landelijke overheid hier te krijgen, heb ik net begrepen. Dat klopt toch? Ja, hè? Maar Jan Besseling, gedeputeerde ook in de zaal, heeft Loes Eijma, voor ons IMA, een lift gegeven naar Gaat met. Leuk dat je er bent en kom op het podium. Geef haar een welkomstapplaus. Goed om
om te zien dat er zoveel betrokken ouders en ook betrokken mensen vanuit het onderwijs hier aanwezig zijn. Want kleine scholen zijn goud waard voor een gemeenschap, voor de kinderen die erop zitten en ook voor de ouders die betrokken zijn bij de school. En ongeveer anderhalf jaar geleden sprak ik een zeer gepassioneerde leerkracht die lesgeeft op een kleine school met 42 kinderen in een dorp van 500, met 500 inwoners. En die vertelde mij, het is best wel hard werken op mijn school, want ik moet heel veel verschillende lesstof aanbieden, hè, gecombineerde klassen. Maar je krijgt er zo ontzettend veel voor terug. De kinderen bij mij op school, die worden heel erg veel betrokken. De oudste kinderen die organiseren de schoolreisjes voor de jongste kinderen. Ze leren allemaal omgaan met verschil in de klas, omdat ze nou eenmaal met andere kinderen in de klas zitten die andere niveaus hebben. En die kinderen leren daar ontzettend veel van. Ik neem mijn petje af voor alle leerkrachten die lesgeven op een kleine school. En ik denk ook dat ze heel waardevol zijn. Ik moet er echter wel een kanttekening bij zetten. Want op dit moment zien we dat er sprake is van een enorme leerlingdaling. Per jaar is er doorgerekend, zijn er ongeveer, wat was het ook weer? Nou, gaan er ongeveer 100 scholen dicht. 100 scholen, dat zijn heel veel scholen op dit moment. En dat betekent dat dat ook hier in het noorden van het land de scholen treft. Ik kan er dus niet voor pleiten om alle kleine scholen overeind te houden. Maar ik ben wel van mening dat we heel goed moeten kijken naar de meerwaarde en de kwaliteit van het onderwijs. Voordat we ingrijpende beslissingen nemen om de laatste kleine school in een dorp te sluiten. En ik probeer op verschillende manieren in de Tweede Kamer hieraan te werken. Ten eerste door die kwaliteit centraal te stellen. Want ieder kind heeft recht op goed onderwijs. En als een kleine school onvoldoende kwaliteit biedt, dan moet die dicht. Maar als een grote school onvoldoende kwaliteit biedt, dan moet die ook dicht. Daar is voor mij geen verschil tussen klein en groot. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. En uit allerlei rapporten blijkt dat kleine scholen vaak heel goed presteren en hele goede resultaten neerzetten. Dus voor mij geldt dat voor grote en voor kleine scholen, maar de kwaliteit moet altijd centraal staan. Ten tweede vind ik bereikbaarheid heel belangrijk. Ik ben van mening dat ieder kind met zijn zijwieltjes naar zijn school toe moet kunnen fietsen. Mijn kinderen die konden dat ook en ik hoop dat voor u en uw kinderen dat ook blijft kunnen, ook in de toekomst. En ten derde, dat had ik ook weer bedacht, even erbij. Oh ja, de keuzevrijheid. Er moet ook keuzevrijheid blijven. Ook bij leerlingdaling moet er keuzevrijheid zijn voor ouders om te kiezen voor een school die past bij hun overtuiging. Soms kan dat niet en soms is dat ingewikkeld. Ik heb bijvoorbeeld een bestand van alle scholen in Friesland. En in Friesland is in ieder dorp staat een christelijke school en een openbare school met tussen de 40 en de 80 leerlingen om en nabij naast elkaar. En daar ben ik kritisch over. Ik ben van mening dat je dan meer ruimte zou moeten geven aan scholen om te gaan samenwerken. Samenwerken, misschien onder het dak van één school met 120 leerlingen, zodat je niet de groep Joep hebt, hè, van één leerling die de groep 6 of 7 of wat dan ook vormt. Maar dat kinderen bij elkaar in de klas kunnen zitten en met elkaar ook kunnen spelen en les kunnen krijgen. Maar dat je ruimte biedt voor de school om binnen de school verschillende dagopeningen aan te bieden. Een aantal dingen verschillend aan te kunnen bieden. We noemen dat samenwerkingsscholen. En toen heb ik een initiatiefwet ingediend en die is gisteren behandeld in de Tweede Kamer. En de ruimte, de mogelijkheden voor samenwerkingsscholen worden verruimd. Je kon alleen maar een samenwerkingsschool beginnen als je onder de 23 leerlingen kwam. Dus onder de opheffingsnorm. En dat wordt mede ook omdat de staatssecretaris hier ook enthousiast over is, wordt dat rondom de 90 leerlingen. Dan kun je een samenwerkingsschool beginnen. Dus als één van de twee scholen onder de 90 leerlingen komt, dan kunnen ze een samenwerkingsschool beginnen. Ik hoop dat daarmee die laatste school in een dorp behouden kan blijven. Ook voor de lange termijn. Want ik vind ook dat je naar de lange termijn moet kijken. Met leerlingprognoses rekening moet houden. Maar ook scholenkansen moet bieden. En het gaat mij eigenlijk om de checks en balances. En die zijn wat mij betreft op dit moment wat zoek. Grote schoolbesturen hebben niet altijd het belang van een kleine school in een dorp voor ogen.
En ik ben van mening dat ouders daar ten alle tijden bij betrokken moeten worden. En dat er ook een alternatief moet zijn voor ouders als ze het er niet mee eens zijn dat de school van hun kinderen wordt gesloten. En dat is de reden waarom ik ook het initiatief waar zojuist de vorige spreker over gesproken heeft, over de coöperatie voor kleine scholen, dat ik dat graag wilde steunen. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Dus dat zijn eigenlijk, dat is een beetje in grote lijnen, even bedenken, kijken of ik nog meer. Oh ja, de onderwijsraad was met een voorstel gekomen om alle scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Nou, daar hebben we gelukkig meteen van gezegd, belachelijk, dan zouden er, ik geloof, 1400 scholen in Nederland gesloten moeten worden. Nou, dat is echt van de zotte. Ik vind echt dat je moet kijken naar die kwaliteit, naar de bereikbaarheid en naar de keuzevrijheid. En op basis daarvan afweging moet maken. Dat moet natuurlijk ook wel regionaal gebeuren. Dus ik ben van mening dat er regionaal ook goed gekeken moet worden door schoolbesturen. Hoe zorgen we ervoor dat de toekomst van ons onderwijs kwalitatief goed blijft, bereikbaar blijft en dat er keuzevrijheid blijft. Gebruikmakend van de mogelijkheid om samenwerkingsscholen te stichten. En daarnaast de mogelijkheid voor ouders om, als ze het er echt niet mee eens zijn, hun school te laten aansluiten bij de onderwijscoöperatie. Dan vind ik dat we een goed totaalverhaal hebben, dat alle belangen in evenwicht zijn. En dat is de reden waarom ik er zo in sta zoals ik erin sta. Even kijken. Oh ja, de kleine scholentoeslag is misschien ook nog wel aardig. Die blijft ook bestaan. Dus scholen die krijgen nu wat extra geld, hè, als ze heel klein zijn. De vaste voet. Die blijft bestaan. Als een school gaat samenwerken, dus een samenwerkingsschool begint of gaat fuseren, dan blijven die scholen nog 6 jaar lang die kleine scholentoeslag houden, zodat ze dat ook allemaal kunnen afbouwen en daar nog gebruik van kunnen blijven maken. Zodat er geen samenwerkingsboete komt, dat zou ik ook schadelijk vinden. Maar dat ze dat rustig kunnen afbouwen. School aanzet. Ze is net binnen. Ze heeft gelukkig wel een shootje achter de knopen. Dus wat mij betreft kan ze er tegenaan. Hier is ze deze keer wel uit Gelderland. Mini Schout, even een applaus. Mini Schout, ik werk voor School aanzet. Daar doe ik de begeleiding van netwerken kleine scholen. Ja, de kleine scholen stonden natuurlijk enorm in de picture. Roes heeft net al heel veel verteld en jullie hebben vast al veel meer gehoord. En dat was eigenlijk de aanleiding voor het ministerie om wat extra geld beschikbaar te stellen voor die kleine scholen. Want we hadden besloten dat ze niet dicht hoeven onder de 100. En dat vind ik trouwens ook. Maar daar komen we zo nog op. Daarnaast ben ik gewoon onderwijsadviseur. Ik doe allerlei projecten op het gebied van onderwijs. En ik ben directeur-bestuurder van het POM, personeelscluster Oost-Nederland, een club van 34 schoolbesturen ondertussen, die gezamenlijk personeelsbeleid voeren en in een grote, krimpende regio, Oost-Gelderland. We hebben... Ik ben nog niet uitgeheigd, geloof ik. Nee, dit is een glaasje water. Ja. Daar gaat de leerlingdaling ook hard. Elk jaar 1000 kinderen minder. Nou, 1000 kinderen, dat zijn 5 scholen. Of 10 scholen van 100 kinderen. Als je het hebt over scholen van 50 kinderen, zijn er 20 scholen in zo'n regio die het niet meer trekken uiteindelijk. Nou, wij proberen dat door samen te werken zo goed mogelijk op te lossen. Dat zijn dus eigenlijk de thema's van mij zijn krimp op alle vlakken en op alle gebieden en door het hele land. Net als het krimp, want die is ook in het hele land. Ik weet niet of jullie al een plaatje gezien hebben, hoe het ervoor staat. Nog niet, want ik heb een vrij brede presentatie die ik ook gebruik voor de netwerken van kleine scholen. Dus vandaar, en ik weet jullie al weten, sla ik gewoon over. Krimp is een landelijk probleem. Het is hier in het Groningse begonnen en in Limburg en in Zeeland. Maar nou zijn eigenlijk alleen de grote steden nog die ervan gevrijwaard zijn. En voor de rest is het krimp. En als je daar eens even in die cijfers duikt, dan schrik je. Wat is er gaande landelijk?
We gaan tussen 2014 en 2018, dat is in 5 jaar tijd, zo'n 140.000 kinderen minder hebben in de leeftijdsgroep tot 12 jaar. Stel je even voor, hè, 140.000, wat dat betekent. Dat betekent dus zo'n dikke 8.000 arbeidsplaatsen in het onderwijs. Dat betekent 6.000 lokalen leeg, op zijn minst, in Nederland. Als we kijken wat een kapitaal daarachter zit, maar daar hebben we gelukkig nog niet te veel over gehoord. Moeten we ook maar niet aan denken. Maar het betekent dus ook, als we kijken naar die 140.000, dat we in Nederland niet met z'n allen alle scholen open kunnen houden. Dan gaat het gewoon niet worden. Dus we zullen op een andere manier slim met elkaar oplossingen moeten gaan zoeken. Want als we het hebben over deze, we gaan van een redelijke gemiddelde school is 200 leerlingen. Dan zijn er toch al gauw 700 scholen in Nederland die verdwijnen. Maar gaan we uit van die 100, dan zijn het die 1400 waar Loes het over had. Die zijn we gewoon in 5 jaar tijd kwijt als we niks doen. Groningen. Nou, Groningen is natuurlijk net zo goed. Je ziet de stad is groen. Daar groeit het nog. Al die studenten, die hopelijk nog een beetje blijven wonen hier, krijgen nog kinderen en dan gaat het gelukkig nog goed. Maar wat daaromheen zit, is allemaal minder. En jullie hebben al een heleboel te verwerken gehad, naar mijn idee. Want het is al heel lang aan de gang hier. Dat betekent ook hier, als we heel Groningen hebben, zijn zo'n 100.000 leerlingen, dat het er zo'n kleine 7.000 minder worden in die 5 jaar. Dat gaat gewoon effect hebben. En dan kunnen we allemaal roepen dat alle scholen open moeten blijven. Maar zo simpel ligt het gewoon niet. We moeten daar gewoon op een goede manier met elkaar over nadenken. We moeten ook kijken wat we met dat personeel doen. Want als we niks doen en we hebben allemaal ons oude last in first out systeem in het onderwijs in deze regio, betekent dat we alle jonge leerkrachten naar huis sturen. En dat we die scholen die we dan open willen houden, met 50-plussers gaan draaien. Nou, ook daar moet je denk ik volgens mij heel goed naar kijken. Wil je het hebben over de kwaliteit van je onderwijs? Ook daar, ook hier zo'n 300 lokalen leeg in die 5 jaar tijd. En als we het hebben over die sluiting van die scholen, ja, er zal wel wat gebeuren. Ik hoop niet in deze aantallen. Maar je ontkomt er niet aan dat er hier en daar gewoon ook gehergroepeerd moet worden. Of opnieuw ingericht of opnieuw ingedeeld moet worden. Om te zorgen dat die bereikbaarheid, waar Loes het over had, dat die ook werkelijk gerealiseerd kan worden. Dat we dus op elke 3 tot 5 kilometer gewoon een kwalitatief goede onderwijsvoorziening hebben in Nederland. Want dat is wat we willen met z'n allen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarin moet je samenwerken. Over de grenzen heen kijken. Ook over denominaties heen kijken. Dus in die zin, bereikbaarheid is belangrijker nog dan diversiteit. Samenwerken, openbaar, NPC, MRK. Het is noodzakelijk om dit te gaan tackelen met elkaar. Wat is er dan eigenlijk wel aan de hand? Waar moet je wel over nadenken met kleine scholen? Dan gaat het natuurlijk wel over kwetsbaarheid. Je hebt een klein team. Met een paar mensen moet je het doen. Je hebt dus ook alleen maar toppers nodig als leraar in die school. Want iedereen moet eigenlijk alles kunnen. In een team van 20 man kan je nog een specialist hebben die alleen in de onderbouw kan draaien. Maar in een klein team of een kleine school moet eigenlijk iedereen alles kunnen. En je hebt daar ook niet de hele dag een expert voor taal of een expert voor rekenen wel rondlopen. Dat zal je dus op een andere manier moeten gaan organiseren met elkaar. Veiligheid, dat is vaak een argument voor ouders om te kiezen voor een kleine school. Het is overzichtelijk, iedereen kent iedereen en dat geeft een gevoel van veiligheid. En ik denk ook dat dat een heel belangrijk en heel groot goed is van een kleine school. Nou, die kwaliteit had ik het al over gehad, dat dat wel ter discussie stond, maar die hoeft helemaal niet. Kleine school kan gewoon een keigoede school zijn. Ik heb zelf ook op een kleine school gezeten. Een 2-klassige basisschool, een lagere school als het toen mag.
Nou, dat is heel goed met mij gegaan uiteindelijk, want ik sta hier jullie nu een verhaal te vertellen. En ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Mijn eigen kinderen hebben op een kleine school gezeten. Met 3 klassen. Alleen, die werden ook kleiner. Dat was eind jaren 90 al. En daar kwamen we rond de 40 leerlingen. En we zagen dat het eigenlijk nog minder kwam. Die school stond echt midden in de weilanden. Wat gaan we doen? Gaan we door tot aan het gaatje met z'n allen? Ik was toen voorzitter van het schoolbestuur. Of gaan we nu reëel kijken, welk perspectief hebben wij? Wat is de stip over 5 jaar of over 10 jaar? En wat is dan nu een verstandig besluit? Wij hebben toen geprobeerd te kijken om ons heen naar samenwerkingsvormen. Nou, dat was in die jaren helemaal iets van, nou ja, iedereen deed zijn ding en dat moest je vooral zelf doen. Dus er was niet zo heel veel animo voor. En uiteindelijk hebben wij als bestuur besloten, we gaan daarmee stoppen. We doen het nog 2 jaar en dan gaat de stekker eruit. Maar we maken er wel 2 hele goede jaren van. En dat laatste jaar, we met z'n allen gezegd, gaan met vlag in top ten onder. Want we willen dat het een jaar wordt voor die kinderen hun leven lang niet meer vergeten. En ik mag je zeggen dat dat ook gelukt is. En dan ga je op een positieve manier in 2 jaar tijd met elkaar op zoek. Want het was een gehuchtje. Zonder verder een dorpskern of iets. Het enige dat stond was die school. Dus ik heb daar avonden gehad met 60 hele boze boeren voor mijn neus. Die echt mij voor alles en nog wat hebben uitgemaakt. Maar dat hoort erbij. Want het zijn rouwprocessen. Dat zijn ingewikkelde processen. Hun grootvaders hadden die school gesticht. Met z'n allen. Hadden gezorgd dat die school daar gebouwd werd. En nu moesten wij toch met elkaar gaan besluiten dat het eindig was. Dat het ophield. Ik had ook zo'n goede spreektijd. Ja, sorry. Als ik over dit thema begin, dan is goed. Ik ga er even snel doorheen. Dus daar toen bewust die keuze gemaakt. En die school had echt topkwaliteit nog op dat moment. Dat konden we in ieder geval garanderen. Werkdruk in die kleine school. Nou, een klein team, daar kan volgens mij iedereen zich wat bij voorstellen. En de continuïteit. Als er iemand ziek wordt in het team, of er is iemand zwanger. Ja, dan heb je, als je met z'n 3 of met z'n 4 bent, heb je gelijk 25% van je personeelsbestand wat ziek is. Dat is een lastige. Nou, wat speelt er dan allemaal in die kleine school? Net als in alle scholen trouwens. En wat moet er dan allemaal in balans zijn? Nou, dan gaat het over al deze thema's. In die netwerken kleine scholen die we nu vanaf augustus in elke provincie gaan opzetten, gaat het allemaal over deze thema's. Zorg dat je in balans komt, dat je de goede dingen doet, dat je er grip op hebt, dat je de regie opvoert en dat je erover nagedacht hebt over al deze thema's. Nou, de samenwerkingsschool, Loes had het er net al over ook. Een samenwerkingsschool, dat is een visie die je hebt met elkaar en die je graag samen wil uitwerken. Dat is een kans om te zorgen dat je toch op 3 of 5 kilometer een goede, sterke onderwijsvoorziening in stand kan houden. Ik ben van mening dat kleine scholen zelfs kunnen bijdragen aan passend onderwijs. Dat gebeurt nu ook al vaak, omdat ouders naar die veiligheid en die rust en die overzichtelijkheid ook bewust kiezen voor die kleine school. Maar te weinig zie ik nog dat kleine scholen zelf kiezen om daar ook actief dan mee aan de slag te gaan. Het overkomt ze eigenlijk. En dan hoor ik ze in de netwerken zeggen, ja, we zijn net een kleine net een speciaal onderwijsschool. Ben ik altijd zo gemeen om te zeggen, heb je wel uitgerekend wat die leerling per jou kost? Per jaar. Kost meer als op het SBO. Dus waarom zou je dat dan ook niet leveren? Je kan niet meer uitgaan van je traditionele jaarklassensystemen. 3 groepen bij elkaar optellen, dan heb je het over werkdruk. En dan heb je 3 handeleimen op je tafel liggen als leraar. En dan ren je van de een naar de ander en je vliegt van hop naar her. Dat werkt niet. Dus je zult het anders moeten doen. Je moet naar vernieuwende onderwijsconcepten gaan kijken. En die zijn er genoeg. En daar is heel veel van te leren. En daar kun je je eigen verhaal van maken.
21st century skills hebben we het dan over. Wat moeten die kinderen nou eigenlijk leren over 10, 20 jaar als onze maatschappij ingaan? Nou, dan moeten we ze volgens mij vooral geleerd hebben hoe je met informatie omgaat. En hoe je informatie ordent. Hoe je daar een vertaling aan geeft waar jij wel mee kunt. En hoe je nieuwe dingen leert. Want die kennis en informatie kan iedereen op internet vinden. Het gaat erom wat je ermee doet. En die opdracht ligt er volgens mij vooral voor de scholen. Dan hebben we daar een aantal modellen voor, misschien wel bekend. Ik ga heel snel doorheen. Steve Jobs, die hebben we ook allemaal in de netwerken al gehad. Dus de kansen voor de kleine scholen zijn er volgens mij genoeg. Sorry, maar dat moet je zeggen. Oké, Harry, wie ben jij? Harry Zwart van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ik ben bezig met leerlingdaling. En wij zoeken oplossingen om schoolbesturen, ouders en iedereen te helpen om verder te komen met het oplossen van de problemen van leerlingdaling. Fantastisch, dit is gewoon je werk. Dat is mijn werk, ja. Ja. Dus dankzij de krimp heb jij meer werk of niet? Nou, ik had al een baantje, maar ik hou me nu met andere dingen bezig dan voor die tijd. Oké, daar gaan we straks even over hebben. Want zoals beloofd gaan we direct naar Loes. Want Loes die staat op tijd. En ze zit op de barkruk. Hey Loes, eerst even een vraag aan jou. Je hebt nog een paar mensen gehoord, hè? Wat sprak jou aan? Wat vond je daar mooi in de verhalen die je gehoord hebt? Ja. Jij houdt hem vast. Goed. Goed, hè? Ja, dat is heel verstandig bij politici. Ja. Ja, eigenlijk het belangrijkste vind is toch wel hoe heftig de problematiek is. Als je die plaatjes ziet met die kleurtjes en ook de aantallen scholen die er hier alleen al in Groningen gesloten moeten worden, dan is dat toch wel schrikbarend. Hè? Als ik het zo een beetje tussen neus en lippen doorneem, zijn dat 100 scholen ongeveer in 4 jaar. Theoretisch, hè? Ja, theoretisch. Dus nou ja, de aantal leerlingaantallen af en zo, maar die ongeveer gesloten moeten worden, dat is best wel heel erg veel. En dat maakt wel dat je heel kritisch moet zijn naar waar gaan we dat doen. En dat het dus heel belangrijk is dat er zo'n regionaal plan is waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit, de bereikbaarheid en de keuzevrijheid voor ouders. En waarbij ook wordt meegenomen dat er sneller samenwerkingsscholen gesticht kunnen gaan worden. Want daar zijn meer mogelijkheden voor. Hey, maar wat vond je nou goed aan het verhaal? Ik snap je het ook, ja. Maar wat vond je goed aan het verhaal die je gehoord hebt? Nou, de urgentie. Hè? De urgentie van we moeten echt iets, de sense of urgency. We moeten echt iets hiermee, maar we moeten ook ouders serieus nemen in hun wensen. En we moeten ook ons bewust zijn van de bestuurlijke uitdaging dat er nog steeds kwaliteit geboden moet worden, nog steeds de scholen bereikbaar moeten zijn en nog steeds keuzevrijheid moet zijn. Dankjewel. Ik ga straks niet naar iedereen naar de zaal, maar nu wel, want ze is hier nu nog. Dus met andere woorden, wie van jullie heeft een vraag? En een vraag is een vraag en geen betoog. Welke vraag heeft u? Nou, mijn vraag is ook, het gaat eigenlijk over de regionale politiek. Wij hebben al meerdere keren dan onze regionale politiek benaderd. En eigenlijk ook, is eigenlijk ook een vraag over democratie. Eigenlijk geeft die regionale politiek niet thuis en schuift het telkens weer terug naar het schoolbestuur. En dat vind ik toch iets heel curieus. Dat is een betoog en nu een vraag. Mijn vraag, hoe zit dat? Wat kunnen wij daarvan verwachten? Ja, leuke vraag. Kijk, ik ben in mijn vorige bestaan ben ik wethouder geweest. Ik kan je nu net niet aankijken, maar ik heb het wel tegen je. En als wethouder heb je eigenlijk heel weinig te zeggen over scholen. En als gemeenteraadslid ook. Er kan wel wat druk opgevoerd worden. En gemeenten worden wel betrokken bij dat regionale plan. Maar het zijn vooral die bestuurders die daar afwegingen in maken. Dus ik denk, ik zou je ook adviseren om vooral met die bestuurders in gesprek te gaan. En de politiek daarbij te betrekken en te vragen, wat kunnen jullie voor ons betekenen? Maar dat verschilt een beetje per regio, hoe de verhoudingen zijn tussen het onderwijs en tussen de politiek. Kijk, en in de ene regio zie ik dat een burgemeester voorop loopt in het verzet tegen het sluiten van de laatste school. Hè,
Wij zijn laatst ergens anders geweest waar dat het geval was. En in de andere regio zie ik dat ja, de politiek eigenlijk niet thuis geeft. Dus dat verschilt gewoon per situatie. Je kunt het altijd proberen, maar het schoolbestuur is uiteindelijk het bevoegd gezag die de beslissing neemt of een school wel of niet open blijft. Dus ja, daar zou ik toch via de medezeggenschapsraad, want de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op een fusie of het sluiten van een school, et cetera. Dat is het belangrijkste orgaan waarmee het schoolbestuur in gesprek gaat en ja, die daar ook nog om alternatieven kunnen vragen en kunnen vragen wat zou er nog meer kunnen. Oké, volgende vraag. Er waren nog meer. Ja, ik kom naar je toe. Misschien is het leuk als je naam ook even zegt, dan weten we wie je bent. Dat geldt eigenlijk ook voor je. Hoe heet jij? Oh, je zit alweer in gesprek. Te laat. Ik ben Annemiek van der Meijden. Gaan we even staan hoor, dat is beter. Mag dat nog? Ja. Stand up. Ja. Ik ben Annemiek van der Meijden, ik ben voorzitter van de MR in Gaarnwerd. Ik heb een vraag, want we hebben het hier over krimpgebieden en heel specifiek over onderwijs. Maar in die krimpgebieden zijn natuurlijk veel meer problemen, ook met zorg, openbaar vervoer. Maar altijd als je gaat praten met mensen, dan zeggen ze ja, maar wij zijn voor het onderwijs, of wij zijn voor de zorg, of wij zijn voor het openbaar vervoer. Het is allemaal apart, ja. Terwijl eigenlijk de problematiek veel groter is en voor de leefbaarheid op het platteland heel essentieel. Is het niet de rol van de politiek om juist te zeggen van jongens, ga eens samen praten, want samen kan er natuurlijk heel veel. En dat mis ik zo. Aha, eigenlijk een pleidooi voor een holistische overheid aanpak. Dat is mooi. Wat is jouw antwoord daarop, Loes? Ja, heel kort gezegd zeker. Dus ik vind dat je het gewoon vanuit de gebruikers moet beredeneren. En een kind maakt gebruik van school en soms ook van leerlingvervoer en soms ook van jeugdzorg. En volgens mij moet je dat kind dan centraal stellen en van daaruit denken wat is goed voor het kind. Ja, mijn fractiegenoot heeft de hele notitie geschreven over alles wat te maken heeft met krimp. En daar heeft hij alle verschillende onderwerpen bij elkaar gehaald. Daar heb ik een klein stukje voor geleverd en een paar andere. En daar heeft hij een heel plan van gemaakt, dus ik ben het erg met je eens. En dat plan is voor ons beschikbaar? Ja, zeker. Hoe komen we dan? Nou, ik ga het sturen naar iemand en die gaat het... Sonja is dat, hè? Die regelt dat. Ja. Fantastisch. Er is dus al iets bevredigend antwoord, lijkt me. Ja, ik ga even naar die kant van de zaal. Misschien kun je alvast gaan staan als je een vraag hebt. Ook de volgende die gaat staan, die zie ik dan al direct. Wat is je naam? En ik hou mijn microfoon vast. Mijn naam is Gert-Jan Schutte. Ik ben docent op een middelbare school die jaarlijks 5% krimp heeft. En zit dus midden in mijn problematiek. Ik heb even twee vragen. Hoe serieus is de opmerking dat bereikbaarheid dat het over 5 kilometer gaat? Want dat lijkt me niet, als we het over deze regio hebben. Nee, maar over lagere scholen heb ik het. Dat lijkt me niet heel serieus als je het hierover hebt, tenminste. Maar. En wij worden geconfronteerd met een opheffingsnorm van 80 leerlingen hier. Wat vindt u daarvan? Oké. Twee vragen. De eerste had er zelfs al een oordeel in zich. Maar we beginnen even met die afstand, Loes. 80, kijk, de opheffingsnorm verschilt per stad. En hoe meer, hoe groter de leerlingdichtheid is, dus hoe meer kinderen ergens wonen, hoe hoger de opheffingsnorm is. Dus de laagste opheffingsnorm is 23 en de hoogste is 200. Dus in een grote stad is 200 en jij vertelt dus dat het op sommige plekken 80 is. Nou, dat is wat het schoolbestuur. Dus ik zal even herhalen voor wie het niet hoorde. Dat is wat het schoolbestuur bij u als opheffingsnorm hanteert. Ja, dat is weer wat anders. Hè? Ik heb het over de wettelijke opheffingsnorm. En u heeft het dan over wat het bestuur hanteert als opheffingsnorm. Waarom gaan ze vaak uit van 80? Dat is omdat ze zeggen er moeten ongeveer 20 kinderen in een klas zitten. En je moet eigenlijk niet meer dan 2 combinatieklassen bij elkaar stoppen. En dat is waarom sommige bestuurders uitgaan van 80. Nogmaals, de Tweede Kamer heeft daar niet voor gekozen, ik ook niet. En we hebben gezegd, we houden die opheffingsnorm op 23. Die gaan we niet naar 100 zetten, ook niet naar 80. Wij houden hem op 23. Helder. De 5 kilometer grens. Ik ben geen Groninger. Dus als u zegt, dat kan hier helemaal niet. Kijk, het is natuurlijk... ik bedoel daarmee hè, met die zijwieltjes. Ik werd net ook al door iemand anders op aangesproken. met die zijwieltjes bedoel ik dat het enigszins bereikbaar moet zijn. En dat de afstand niet te groot moet zijn.
Het is altijd, ja, nou ja, het is misschien beeldspraak. Het gaat erom dat er een school in de buurt moet zijn. En natuurlijk in heel dun bevolkte gebieden is die afstand groter dan bij mij in Woerden City, waar ik woon. Woerden City. Ja, maar dat is wat ik erbij bedoel. Oké. Okay. We zullen je altijd herinneren als de vrouw met de zijwieltjes. Wie nog meer? Wie nog meer? Zo wil je toch ook weg? Niemand meer? Geen vragen meer aan Loes? Wat van de andere leden van mijn panel? Hebben jullie nog vragen aan Loes? Ze is er nou toch? Nee? Helemaal niet? Oh, je hebt gisteren nog uitgebreid bij haar gesproken. Oké. Okay. Geen vragen meer voor Loes? Ja, nog één? Kan je even schreeuwen, want anders moet ik helemaal zo aan het lopen. Paul Wittkamp van de Belgen van de Pezingen. Ik vraag me af of er ook naar het buitenland voor gekeken of hier met zelf komen. Europa is groter, Nederland is groter dan Europa of zo. Ja, snap ik. Ja. Oké, okay, goed. Helder. Loes. Oh, ja, mag dat, Loes? Mag hij? Ja. Dit is Kees, jongens, hè? Ja, er is onderzoek gedaan naar de minimale grootte van scholen in dunbevolkte gebieden. Daarvoor hebben ze Schotland uitgekozen. De Highlands, hele dunbevolkte streken. En daar hebben ze gezien dat het minimum aantal leerlingen waarbij een school goed functioneert, 4 is. Vier scholen of 4 kinderen? 4 kinderen op 1 school. Dat is een hele mooie. Maar ik had net een grapje met Loes, dat ging natuurlijk over die zijwieltjes in Schotland. Dat lijkt me toch een hele... Oké. Is dat een antwoord op je vraag? Nou, meer met dat soort wetenschap. Ja. Kunnen we daar eens in landen. Ja. Wordt daarna gekeken, Loes, internationaal? Ja? Nee, dat was zeker naar gekeken. Ik geloof van mijn buurman helemaal. Ja. Ik vind het ook echt passen bij mijn betoog straks. Okay. Geen toevoeging dus. Maar hoe zit het dan in de politiek? Is er een Europees beleid of doet Brussel er iets aan? Of? Nee, ja, ik heb wel eens iets gelezen over andere landen, maar ik kan het eigenlijk niet reproduceren hier nu. Oké. Okay. Nou, maar laten we wel vooral leren, want Schotland is een mooi voorbeeld. En ik had al gezegd, we hadden Frans gewonnen met cricket, dus dat scheelt. Nog meer mensen? Vraag voor Loes. Ja, kunnen jullie het met een stemvolume doen dat iedereen verstaanbaar is? Ik probeer. Ik hoop dat ze de trein niet weten. Je kunt een belangrijke vraag. Ik heb hier in het vorige gezeten, ik ben weer van de commissaris van Dordela. Ja. Ik heb in het vorige gezeten van Vonge Zorgen. En er kwam ook sprake. Het cultuurverschil tussen het buitenland, en daar hebben we het nu over, en Nederland. Daar zijn we. In het buitenland, Duitsland en ik geloof Nederland, waar ik veel schoolbussen rijden. Ja. En die halen de kinderen zo op. En toen had je verschillende meningen. Dus zijn we, in Nederland zijn we heel goed uit dat we juist geen schoolbus aan hebben. En anders zijn het zou heel goed zijn dat we wel doen. Ik ben heel benieuwd wat Loes nou zegt. Ja. Ja, interessant punt. Ik denk dat het voor kinderen beter is als ze in de buurt onderwijs hebben. Daar spelen ze ook met hun vriendjes en vriendinnetjes. Tegelijkertijd vind ik dat de kwaliteit centraal moet staan. En dat is een evenwicht wat je moet vinden. Ik ben geen voorstander van schoolbussen. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat je leerlingenvervoer zou moeten afschaffen voor alle kinderen. Waarbij de ouders kiezen om hun kind naar een bepaalde school te laten gaan. Maar het moet behouden voor die kinderen die het echt nodig hebben omdat ze een beperking hebben. Dus doof zijn of nou, wat voor echte beperking, iets medisch. Dus als u het mij vraagt, mijn mening is dat je een school in de buurt zou moeten hebben. Dat je het leerlingenvervoer zou moeten afschaffen voor alle ouders die alleen maar een keuze maken. En daarom. Natuurlijk mag je een keuze maken, prima, maar dan betaal je het ook gewoon zelf. Naar mijn mening. En je moet het ruimhartig toepassen voor die kinderen die het echt nodig hebben. Ja, ik heb nog een vraag aan jou. Je zei dus straks dat er heel veel scholen gesloten worden. Dus de krimp zorgt er ook voor dat de begroting van OCNW flinke meevallers kent. Dus één, waarom wordt dat dan niet gewoon opgehoogd zodat kleine scholen voldoende middelen hebben? Dat is de vraag. Ja. Nou, al het geld wat er is in het onderwijs wordt ook weer in het onderwijs gepompt. Dus er komt niet opeens heel veel geld vrij op de onderwijsbegroting. Die kleine scholentoeslag, vergist u zich niet, dat is een hoop geld wat er naar die kleine scholentoeslag gaat. Dus kleine scholen krijgen per leerling veel meer geld dan grote scholen in dichtbevolkte gebieden. Dus wat dat betreft ja, is dat niet helemaal in balans. Krijg je ook meer misschien waarvoor je geld?
En hoe erg is het, is eigenlijk de vraag. Ja, u zegt, daar krijg je ook meer waarde voor je geld. Kijk, hier komt, dit is natuurlijk wel een discussiepunt. Kijk, een waardepunt. En wat vind je ervan? Ik vind dus dat ieder kind kwalitatief goed onderwijs moet krijgen in de buurt. En dat er ook keuzevrijheid moet zijn. En ik ben van mening dat je daar ook wat geld voor over moet hebben. Maar dat er niet extra geld bij kan, dat kan echt niet op dit moment. Onderwijs is het enige onderwerp wat extra geld heeft gekregen afgelopen jaar. Alle andere onderwerpen op de rijksbegroting hebben moeten inleveren. Hè, ik doe ook jeugdzorg, ik ben ook woordvoerder jeugdzorg. Nou, daar wordt flink op bezuinigd. Maar onderwijs krijgt er extra geld bij. Dus het is niet zo dat er te weinig geld is. Het is ook niet zo dat het ongelijk verdeeld is. Sterker nog, er gaan ook stemmen op die zeggen, die kleine scholen kosten gewoon te veel geld. Nogmaals, ik vind dat niet, maar... Waarom hebben we het voortdurend over wat het kost? Ja. Onderwijs is investeren. Als je een bedrijf hebt, investeer je voor de toekomst. En wij hebben het onderwijs altijd als een kostenpost. Ik ben daar niet over begonnen. U bent er over begonnen. Maar, kijk... Ik wil wel even ook een spiegel voorhouden. Stel je voor dat we met minder kleine scholen zouden gaan werken, dat de scholen groter worden, dan heb je per school, per kind, meer te besteden. Als je dat geld gewoon weer terugpompt in die scholen. Want het gaat, een plek op een kleine school is gewoon duurder dan een plek op een grotere school. En als je dat geld voor het onderwijs beschikbaar houdt, dan is er dus meer geld voor beschikbaar. Laat onverlet dat ik daar niet voor kies. Ik kies voor iets anders. Ik kies voor een goed evenwicht waarbij je kritisch kijkt. Want er moeten een aantal scholen gesloten worden, dat is ook hier het geval. Maar dat je heel kritisch kijkt naar waar doen we dat wel en waar doen we dat niet. En je laat kosten niet de driver zijn, want we kunnen ook altijd bijverdienen in de coöperatie. Hè? Ja. Meneer Breuker. Ik heb nog een vraag. Meneer Breuker, wordt wel tijd voor die mevrouw om de trein te gaan. Wat fijn, hè? Wat fijn. Oké, wat fijn dat jullie erop letten. Hartstikke goed. Mag ik nog één vraag stellen? Aan mevrouw Eijman. Loes, er was toen in die overgangsregeling, voordat de kleine school waarschijnlijk weg zou vallen, dat we 22 miljoen beschikbaar gesteld om de kleine school aandacht nodig had voor de ontwikkeling in kwaliteit, een stukje begeleiding. Dan zijn we natuurlijk hartstikke blij dat die kleine scholentoeslag behouden blijft. Maar die 2x20 miljoen die vrijgemaakt was, die is ook nu naar een ander doel gegaan. Waarom is er niet voor gekozen om dat toch in die kleine school te steken? Ja, omdat het behouden blijft. Dus dat is heel simpel. Als je dat geld zou beschikbaar komen incidenteel, dus maar 2 jaar lang, ter compensatie van die kleine scholentoeslag. Als je dan die kleine scholentoeslag behoudt, dan heb je ook die 20 miljoen 2 keer niet nodig. Loes, laatste vraag. Ja. Dan heb ik wel een vraag, want wij, zeg maar, als bij ons directeur, die zeggen ook van ja, we hebben geen geld, we hebben geen geld. Die kleine toeslag, die gaat waarschijnlijk in de overige organisatie, in de koepel. Ja. Maar wij zien daar geen geld van, want er is steeds maar geen geld en daar moeten wij sluiten. Zeg maar, in hoeverre hebben wij als school iets te zeggen over dat geld? Het schoolbestuur krijgt alleen maar dat geld omdat die kleine school bestaat. En als die kleine school ophoudt te bestaan, dan houdt over 6 jaar ook dat bedrag op te bestaan. Dus het klopt gewoon feitelijk niet. En de medezeggenschapsraad, die is de aangewezen partij om hierover met het schoolbestuur in gesprek te gaan. Ja. Kan ook vragen stellen, laten zien op de begroting, waar is dat geld en wordt dat geld wel aan onze school besteed? En daar zou ik zeker kritisch op zijn. We komen zo even bij jou, maar we gaan eerst Loes uitzwaaien. Dag Loes! Heel veel succes. Nogmaals, een oproep op wees strijdbaar, maar ook realistisch. Succes! Ik ga naar jou terug. Je wilde een opmerking over maken. De mevrouw daarnet die vroeg dus op het schoolbestuur. Dan let ze even niet op. Ja. Ik ben echt op de meeste letten zitten. Je hebt er inderdaad, het schoolbestuur krijgt het geld binnen op een rennummer, maar het is van het schoolbestuur. De MR heeft adviesbevoegdheid ook bij mij. Alleen de Raad van Toezicht keurt het goed of niet goed. Dus op het puntje bepaald komt, heeft een school zelf er niets over te zeggen. Met die verstanden
dat je natuurlijk zelf wel onderzoek kunt doen. We hebben de scholen waar die ik nu adviseer, hebben hetzelfde gehad. Er waren drie argumenten om de school te laten fuseren. De eerste was kwaliteit. Het tweede was financieel, dus de school zou rode cijfers schrijven. En ten derde, we waren een krimpmodel. We hebben toen gezegd, oké, daar gaan we mee aan de slag. Ik heb een kennis van mij, is een registeraccountant, die heeft zich met de cijfers bezig gehouden. En wat bleek nou? De directeur van de school is directeur van de school in Gaasmeer en directeur van de school in Heeg. En Heeg heeft 176 leerlingen en wij hebben 23. Het salaris van de directeur werd 50-50 verdeeld over de twee scholen. Ja, natuurlijk schrijven we rode cijfers. Allicht. Ja? Maar ik bedoel, dat soort trucjes worden schoolbesturen en door bevoegd gezag uitgehaald om argumenten te vinden om een school te sluiten of om een school een fusie op te dringen. Ga daar zelf achteraan. Wees niet tevreden met dat wat je verteld wordt. Je hebt recht als MR om de begroting van je school en de jaarrekening van je school en van de hele koepel, die moeten ze aan de GMR aanbieden en die moeten ze ook aan de school zelf aanbieden. Ga ermee op zoek, vind een financieel iemand die voor je kan uitvogelen, oké, dat krijgen we binnen. En er komt nog wat bij, bevoegd gezag pot vaak veel geld op. Als jullie de kranten een beetje bijgehouden hebben de afgelopen tijd, dan heb je, het is nu geloof ik iets meer dan een jaar geleden, was er een koepel van lagere scholen, dus van basis van primair onderwijs, in, ik meen Hengelo, die hadden het bevoegde gezag, de directeur-bestuurder, had samen met zijn collega, waren twee directeuren, zo was het, die hadden een skybox bij FC Twente voor relatiemanagement. Echt waar. Ze moesten zich diep schamen. Wat heeft een school voor primair onderwijs nou met relatiemanagement? Als het een universiteit is, dan kan ik me, als ik heel erg mijn best doe, kan ik me er nog iets onder voorstellen. Helder verhaal. Wij gaan even een heel andere kant op van deze zaal, want hier is het heel erg stil op dit moment. En dat komt omdat ik hem ook nog nauwelijks gehoord heb. Hij is ook uit Den Haag bij ons, maar vanuit het ministerie. Hij is al voorgesteld, hij heet Harry. En ik ga Harry de volgende vraag stellen. Harry, jij hebt vanavond zitten luisteren naar de mensen. Wat vond je er goed aan? Wat heb jij gehoord waarvan je denkt, hey, dat is hoopvol en daar wil ik mee verder? Nou, wat ik hoopvol vind, is dat deze zaal zo bij elkaar zit. Want ik praat best vaak met mensen uit het veld en dat zijn soms schoolbesturen, dat zijn soms MR, ouders, personeelsgeleding. Dan weer praat ik met gemeenten, maar hier is dus de gedachte van laten we met z'n allen erover gaan praten. En de eerste spreker die had het centrale woord wat mij betreft al te pakken, dat was dialoog aangaan. Want volgens mij moet je proberen om samenwerkend, ja, want dat was ook een volgende spreker die zei samenwerking is belangrijk, samenwerkend en in dialoog tot oplossingen te komen. Dat is ook precies wat Sander Dekker steeds zegt. Van de problemen kun je oplossen door in samenwerking te komen tot maatwerk. Vandaar ook dat er geen centrale norm is waarbij we zeggen van nou onder de 100 kan het niet meer. Het is niet zo dat alle kleine scholen slecht van kwaliteit zijn. Helemaal niet. Kleine scholen kunnen hartstikke goed van kwaliteit zijn. Maar soms zien we dat de kleine scholen wel heel kwetsbaar worden. Nou, wat ga je dan precies doen? Welke waarden zijn belangrijk voor ouders, voor het dorp, voor de schoolbesturen, voor de gemeente? Die discussie moet je aangaan. En dan kan het de ene keer zijn die zegt, het moet, zo'n school moet nabij staan. De andere keer kan je zeggen, van ja, leerlingvervoer is misschien een oplossing. Weer een andere keer kan je zeggen, ja, in dit geval, hè, als wij een interne norm, want het was een interne norm die daar gehanteerd werd van 80 leerlingen. Als je die interne norm hanteert, heb je dan ook uitzonderingsbepalingen daarbinnen te bedenken? Wanneer vinden wij dan toch nog een school onder de 80 belangrijk? Dat soort discussies moet je gewoon onderling aangaan. En daar heb je gewoon iedereen bij nodig. Dat is de gedachte die erachter schuil gaat, achter het maatwerk. En daar willen we dus ook gewoon als Rijk van zeggen van ja, om dat mogelijk te maken moeten wij de faciliteiten bieden. Moet je dus de ruimte en de regelgeving bieden. Moet je de middelen bieden op financieel vlak. Moet je experimenteerruimte bieden, dat soort zaken meer. Dus het viel mij heel erg op dat die dialoog elke keer weer naar voren kwam. En ook het dwarsdenken, hè, wat genoemd werd, van zoek naar oplossingen die passen bij je eigen gemeenschap. En ga dan de dialoog aan of dat te realiseren is. Dat vind ik belangrijk. Dus ik vond dat geweldig dat die verhalen zo op elkaar ingrepen en bij elkaar pasten. Dus dat spreekt mij bijzonder aan. Zullen we een spelletje doen?
Ja, vindt het leuk? Gaan we even verschil en de mensen even duidelijk maken wat nou het verschil is tussen discussie en dialoog. Want ik merk dat heel veel mensen daarmee worstelen. Jij ook zelf, want in je betoog heb je het over discussie terwijl je dialoog bedoelt. En dan moet je het toch even bijbrengen. Wat zijn de spelregels? Nou, let op. Jij hebt spijkers, ik heb hout. Ja. Ja? Dan ga ik, ik doe het alleen, dat is veel makkelijker. Ja. Jij hebt spijkers? Die spijkers zijn van hout. Dan zeg jij, die zijn van ijzer. Dan zeg ik, mijn hout is zacht. Dan zeg ik, ja, mijn spijkers zijn hard. Dan zeg ik, ja, maar dan kan ik mijn hout aansteken, dan krijg ik warme handen. Dan zeg ik, ja, daarna zeg jij heel snedig, dan heb je alleen nog maar as. Dan zeg ik weer heel snedig, dan kan je spijkers niet meer kwijt. Zo wordt gepraat in de Tweede Kamer. Waarom niet? Oké, okay. Nu gaan we naar. Loes is weg. Oké, doe maar. Ja. Jij doet het anders op het ministerie, dat weet ik. En nou gaan we in de dialoog. Jij hebt spijkers, ik heb hout. Zullen we samen een schuur bouwen, dan kunnen we doktertje spelen. Ja. Nee, maar dat is helemaal waar. Kijk, op het moment dat je tegenover elkaar komt te staan, dat is zo ontzettend makkelijk in dit soort gevallen. Want op het moment dat je uitgaat van je eigen waarden en dan op een gegeven moment naar oplossing zoekt. Want ik kan jullie garanderen, die schoolbesturen die doen al die dingen met de allerbeste bedoelingen. Zij zitten namelijk niet zomaar in zo'n schoolbestuur, ze hebben iets goeds voor met kinderen en met onderwijs. En op het moment dat je tegenover elkaar komt te staan, moet je dus afvragen hoe dat komt. Want die schoolbestuurder die bedoelt het goed, en ouders bedoelen het goed, en personeel bedoelt het goed. Waarom kom je dan niet bij elkaar? Dat is de grote vraag. Mooi zo. Nou, wij zitten in ieder geval donderdagmorgen bij mevrouw Vol, dat weet ze. Dus, bij elkaar komen. Mag ik daarop inhaken? Ja, dan mag je even op inhaken, maar daarna ga ik jou een vraag stellen. Ja. Dat is inderdaad wat wij ervaren hebben. In het begin stonden we echt tegenover elkaar. Maar doordat we echt een langere tijd met elkaar in gesprek zijn gegaan. En in het begin loopt dat gewoon moeizaam. Dat kost emotie. Dat kost doorzettingsvermogen bij de partijen. En nu, fantastisch. Echt. En nou ja, Harry weet best waar ik over praat. Hè, want jij kent het voorbeeld. En ja, het is gewoon een heel mooi, een happy end voor Aglo. Maar het heeft bloed, zweet en tranen. Nou, wel harmonieus verlopen in die end. Bloedsvele tranen, maar toch in harmonie. Dat wil ik eigenlijk weer zeggen. Prima. Ja, Mini? Nou, dat wil ik zeker ondersteunen, dat je echt het proces moet aangaan. Gesprek moet gaan en dialoog is dus echt luisteren ook naar elkaar. En ook proberen elkaar te vinden in wat doen wat jij ook zegt en wat Harry ook zegt. Dat heb je eigenlijk allemaal voor hetzelfde. En kijk niet dan alleen naar je onderwijsvoorziening, maar kijk ook wat daar straks al gezegd werd. Probeer dan ook meteen andere voorzieningen die bij te nemen. Oké, okay. Jij hebt niet veel verhalen gehoord vanavond, hè? Want jij was als laatste. Nee. Dus ik kan jou niet vragen wat je ervan vond. Nee, mooi, sla ik jou over. Hé, en jij, hè? Ja, jij mocht een beetje in het begin en zo. Ja. Na het successtory van Loppers met Anke die nu weer weg is. Ja. Wat heb jij gehoord waarvan je denkt, hé, dat is toch een leuk inzicht en daar ga ik mee verder? Nou, sowieso in gesprek gaan, maar dat gaf ik al tijdens de presentatie aan. En de passie van deze meneer Rutten naast mij, als bestuurder, als stichting, ja, prachtig. En ik ben ervan overtuigd, en dat is ook wat Harry Zwarts aangeeft, iedereen doet het met de beste bedoelingen. Nee, ieder heeft ook zijn of haar eigen waarheid. En dan moet je bij elkaar zien te komen. En vind je wat van die coöperaties? Ja, absoluut. Ja, dat hebben we inderdaad niet. We hebben ook in het begin, vorig jaar, met Jan Schuurman-Hess heb ik geregeld contact gehad. Op een gegeven moment zijn we toch een beetje de eigen kant uitgegaan. Omdat wij een iets andere doelstelling hadden. Niet in dialoog? Nee. Ja, ja en nee. Nee, wij waren echt aan het strijden voor de kleine scholentoeslag. En hun hebben een iets andere insteek. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Want als je op een gegeven moment als echt er geen weg meer te vinden is. En je wil als dorp wel dat je school blijft bestaan. Moet je toch iets? Ja. Dus okay. Wat dat betreft, absoluut mooi. Ja. Okay. Dus het is een, moet ik dan zien als een soort van eerst proberen met de stichtingen, et cetera, en dan daarna dat? Nee, afhankelijk van je situatie. Ja. Wij gingen echt voor het landelijk geheel, het zijn 2400 kleine scholen. Ja. Hun praat over nog, de coöperatie praat over een nog kleiner gedeelte. Wij hebben het over die 2400 kleine scholen. Die wil wat zeggen? Ja, wat ik heel belangrijk vind is dat je vooral lokaal eerst moet gaan zoeken naar die oplossing. Ja. En je moet het in je eigen regio proberen. Onderaf opbouwen, dat is eigenlijk zo. Ja. Reactie? Ik hoor een gil. Ja? Ja. Ja. Wie wil even antwoorden voor jullie? Dat gaan jullie allemaal betreffen. Concrete voorbeelden van samenwerking. Ja? Meneer met de gele broek, die had al een aantal leuke... Meneer met de gele broek heet Thijs. Rutten. En wil jij daar even concrete voorbeelden noemen? Nee, dat ik geen rode broek heb. Oh. Kleurenblind. Dat is Als friskijker
heb ik eigenlijk gemerkt hier dat krimp een kramp geworden is. En dat vind ik jammer. Krimp is net als groei, zit in een bepaalde gedachte. Dus groei en krimp zijn twee kanten van dezelfde medaille. En ik zou voor jullie willen pleiten om dat idee los te laten van krimp en groei. Als je vanuit de kinderen vertrekt en je zou daar een school, of een, ja, bijna zou ik geen school meer willen noemen. Wat zou je voor kinderen moeten regelen dat ze kunnen leren gedurende de hele dag? In het dorp, met de ouders, met een organisatie die die kinderen ondersteunt, leraren in de begeleidingsrol. Daarmee zouden wij veel winnen. Ik heb straks even met jou gehoord dat je ook kantelaar bent in deze streek. Dus we zijn op het kruispunt dat we in onderwijs naar een andere vorm van organiseren moeten. Onze efficiëntie is afgeleid van het industriële denken. En we ordenen nog steeds kinderen in leeftijdsgroepen en in hokken. De kinderen moeten dus met een aantal kinderen onvrijwillig worden ze in die school geplaatst. Met meestal één of twee volwassenen, ook nog over het algemeen de laatste jaren vrouwen. En de vraag is of dat zo gezond voor kinderen is. Dus ik probeer in mijn scholen dus een ommekeer te bewegen. Ik wil eigenlijk zeggen, ik wil van die scholen af. Het is eigenlijk de kantelijk zou moeten zijn, dus dat we de piramide op zijn kop, dat bedoel ik de verwerkelijk, de hiërarchische piramide. Ik zie vandaag dus dat de ouders hier een poging doen om die piramide op zijn kop te krijgen. Dus dat jullie, de ouders, weer aan zet zijn en niet een school. Dus ik vind alles wat hier, mijn mening tegen wat hier gezegd wordt, coöperaties vind ik helemaal niks, eerlijk gezegd. Want meneer hier, ik vind een hele aardige man, maar ik vind dat niks. Want als je zegt dat kinderen bij school, het moet zo zijn dat een schoolbestuur in een bepaalde regio gewoon die taak op zich neemt. En bij ons is dat ik ervoor moet zorgen, omdat ik een grotere schaal heb, kan ik ook kleinere scholen hebben. Ja. Maar waarom heb je dan een oordeel over coöperaties? Ik heb zelf een coöperatie opgericht, maar het gaat erom dus de leden van de coöperatie, die zijn de baas in die coöperatie. Ja. En de vraag is, wie zijn de leden van de coöperatie? Als het alle kinderen van de scholen zijn, waar zij op mikken, maar als dat weer een organisatie wordt, waar meneer Roodmans, waar we beide kennen, die zegt dat we op terugkeer zijn van het hebben van instellingen. Ja. Dus in de toekomst zullen wij veel meer als burger onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf onze moeten organiseren en niet meer in instellingen. Of in elk geval op een maat, dat wij er zelf nog goed mee om kunnen gaan. Net als een boer als een koeien moet kennen, vind ik ook, dat een school niet groter mag zijn als dat alle leraren alle kinderen kennen. Okay. Maar dan ga ik toch even terug, want dan is je oordeel omgebouwd tot een vraag. Wie is dan lid van de coöperatie? De school is lid van de coöperatie. En de school, de organisatie is als volgt. Je hebt de ouders inderdaad die zeggen van oké, wij hebben kinderen en die kinderen moeten, hebben de leeftijd voor primair onderwijs, dus van 4 tot 12 jaar, even grof gezegd, dan gaan die kinderen naar school. En het dorp wordt een aantal ouders aangezocht om het bestuur van die school, van een klein bestuurtje. Een van die bestuursleden van die school die gaat in het coöperatiebestuur, neemt zitting in het coöperatiebestuur. Zodat je dus van elk schooltje één vertegenwoordiger in het coöperatiebestuur hebt. Maar mag even, voordat je het snel gaat, dat mag toch ook die sociale coöperatie zijn? Ja, dat zou veel. Ouders moeten gewoon eigen als hebben in de coöperatie, ja. Niet weer een nieuw management. Nee, snap ik. Dat denk ik ook. Voor mij zit dat toch geen verschil in? Nee, absoluut niet. Het kan alleen zijn dat de ouders zeggen, wij willen graag die en die erbij hebben vanwege speciale competenties, bijvoorbeeld financiën of bestuur of weet ik wat. Ja. En die wilden het wel doen, dus dan laten we ons erbij staan. Dat is dan tevens, dat vervult u ook een soort adviesrol richting ouders en richting MR. Dus, wat hebben we nu? Wat wil je zeggen? Nog even over het gevoel gezegd, maar dat sprak je net aan. En wij maken van de kleine schoolcoöperatie nu, wij bezoeken veel scholen en veel dorpsgemeenschappen. We waren hier al eens een keer in Garmen geweest, we zijn in Pieterburen geweest. De laatste weken in Oost-Knollendam, niet te verwarren met West-Knollendam. Dat komt van Oliebeerbol? Nee, dat ligt net boven Amsterdam. Van Amsterdam richting Beverwijk en dan is het afslag. En je komt daar heel verschillende vertegenwoordigers van bevoegd gezag tegen. We waren op een school in Zuidoost-Friesland. Daar waren twee schoolbestuurders, dus twee mensen die bestuurders waren van een koepel. Eén een protestantse koepel en de andere een openbare koepel. En die twee die waren fantastisch, die waren buitengewoon. Die zeggen wij doen er alles aan om de laatste school in het dorp open te houden. Alleen we worden soms ingehaald door de wetgeving, want wij willen toch graag ten eerste samen smelten, dus
die twee koepels daar één maken. Dat is volgens de wet nu nog niet mogelijk. En dat doen wij, dat willen we graag doen, omdat als wij tegenkomen dat er nog twee schooltjes in het dorp zijn en die worden, zijn allebei eigenlijk te klein geworden, dan zeggen we op een gegeven moment nu tegen elkaar, oké, die twee scholen in dat dorp, die gaan samen en die neem jij onder jouw koepel en in die doe ik het, dan vallen ze onder mijn koepel. Hij zei, we hebben nooit verschil van inzicht, we werken fantastisch samen en ons doel is enkel en alleen om de laatste kleine school in het dorp open te houden. Die mensen verdienen een leentje, is fantastisch. Maar het is wel een gesprek tussen twee heren. Want de ene zegt, het is voor mij, en de ander zegt, ik werk wel mee. Dus ik pleit ervoor dus dat het, dat wij, ik ben zelf bestuurder, dus ik heb de gesprekken natuurlijk ook met mijn collega's. En ik vind gewoon dat wij dus als bestuurder het heilige plicht, het heilige wil moeten hebben om niet de hele tijd, net te doen of wij de hoogst verantwoordelijke zijn. Zijn we wel, want de piramide moet op zijn kop. Ja, je zit in een afvoerputje, dat moet je beseffen. Hey, Harry, ga ik naar jou. Even terug. Als we nou even ons spelletje van zo net vertalen naar dit gesprek, dan moeten we hier een schuur van bouwen. Hoe gaan we dat doen? We hebben dus Stichting Behoud Kleine Scholen, we hebben een schoolbestuur en we hebben initiatief voor een coöperatie. En er zit wat spanning op, merk ik. Hoe kunnen we dat wegnemen? Heb je een idee? Nou, kijk, wat mij opvalt elke keer als ik met dit soort situaties te maken heb, is dat mensen vanuit hun verantwoordelijkheid redeneren. De schoolbesturen die merken van de leerlingenaantallen dalen. Die komen voor een probleem te staan. Het probleem waar zij bijvoorbeeld mee zitten, is dat ze minder inkomsten krijgen doordat ze minder leerlingen hebben. Wat ze dan vervolgens gaan bedenken is van, hoe kom ik nou met mijn personeel uit? Dus ze hebben een belangrijk vraagstuk. Op het moment dat ze dan denken van, hé, ik kan dat niet alleen oplossen, ik moet over de grenzen heen gaan kijken, gaan ze met andere bestuurders praten. Op een gegeven moment heb je ook huisvestingsproblemen. Dan ga je met de gemeente praten. Op een gegeven moment merk je dat er een enorme bestuurlijke complexiteit ontstaat. Die bestuurlijke complexiteit die leidt ertoe dat de bestuurders onderling en hun medewerkers druk aan het praten zijn om tot oplossingen te komen. Op een zeker moment lukt het ze dan om na veel wikken en wegen het probleem in een soort oplossingsdocument te plaatsen. En dan zijn ze hartstikke blij. En dan gaan ze met dat document naar de ouders toe. In plaats van dat je het dus, in plaats van dat je het dus. Nou lijkt het net of ik kritiek heb op die bestuurders. Maar we waren met de dialoog bezig, je bouwt iets op. Die bestuurders zitten met een worsteling. En op het moment dat zij dus in die worsteling niet ook de betrokkenen meenemen die hun kinderen op die scholen hebben, ja, dan gaat het mis. Dus de oproep is wat mij betreft van, of je nou een coöperatie wil, of dat je zegt Stichting Behoud Kleine Scholen die heeft een geweldige oplossing. Laat het van onderop komen, laat het maatwerk zijn. Zoek oplossingen die bij jouw situatie, bij jouw dorp, bij jouw regio passen. En dan kan je tot oplossingen komen. Maar op het moment dat je de zaak van boven invult, niet. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat jij zei, hè? Piramide op zijn kop. Ja, en ik wilde heel even daarop reageren. Ik ben zelf begonnen als onderwijzer, 12 jaar lang, in een klein dorp. Mooi vak? Ja, heel erg mooi. Waarom ben je mee opgehouden? Dat verdiende beter dan ik. Weer een dilemma. En in dat kleine dorp waar ik woonde, dus, heb ik alle kinderen van groep 8 600 kinderen leren kennen. En de helft daarvan was slimmer dan ik. Anders was ik geen onderwijzer geweest. Zou je kunnen zeggen. Ik vind het een beetje een kalimerende opmerking, hoor. Nou, in elk geval in dat dorp, ik net zei, de Beringen was dat. En als ik dus, ik ken alle kinderen, alle, zijn nu allemaal volwassenen, 30 of 40 jaar. En als ik heb een keer een kaart gebracht wat die allemaal van hun geworden is, welke beroepen dat ze hebben en welke kwaliteiten dat ze hebben. En die heb ik dus, nu bel ik die regelmatig op, die hebben bij de klas gezeten, ik heb een probleem, ook als bestuurder. Kun je mij daarbij helpen? Ja, nou, ze zijn helemaal blij als ze bij een oude meester nog eens kunnen af van advies kunnen. Ik vind het een gouden tip. Betrek je oude leerlingen bij de huidige problematiek. Dus, maar de bestuurders moeten dus meer stakeholders betrekken. Dat zijn mensen die in de omgeving zitten. Volgens mij beperkt ze dat niet alleen tot de ouders. Er zijn nog veel meer belanghebbenden bij het onderwijs. Maar dat heb jij ook net aangekaart. Al die instanties uit het hele veld. En dan samenkomen met een leefbaarheidsplan voor het dorp. Dat zou toch mooi zijn. Ja. Mooi onderdeel. Ja? Als we de gemeente leefbaarheidssubsidie kunnen vragen. Ja. En een sociale coöperatie oprichten. Omdat, ja, heel mooi. Fantastisch. Nou, tijd voor jullie. Wie heeft er nog een vraag? Opmerking? Nee, liever geen opmerking. Vraag. Ja, Sonja zelf. Nou, ik heb een idee. Ik merk dat het moeilijk is om het gesprek echt te gaan voeren, ook met onze schoolbestuurders. Maar als je
nou een beloning krijgt, hè, als je dat van onderop, dat het ergens gestimuleerd kan worden, dat het van onderop ook meegenomen moet worden, dan denk ik dat je een heel stap verder bent. Want het is zo zonde dat we nu straks dat we die strijd voeren. Het kost heel veel energie van het schoolbestuur, van ons, van iedereen, van de leerkrachten, die voelen zich er ongelukkig bij. Voeren jullie een strijd? Nee, je wil zo graag dat gesprek. Of is dat een reflex? Nee, je wil graag een gesprek. Okay. En je wil graag meedenken. Ja. En er zijn heel veel verschillende mogelijkheden, want we hebben hier gewoon 4 verschillende mogelijkheden zitten. Ja. Maar laat mensen meedenken en volgens mij scheelt dat geld en tijd. Want je hoeft geen dure mediators in te zetten, je hoeft geen dure procesbegeleiders. Dus dat zou ik mag geen betoog houden, maar... Nee. Maar je vraagt wel een reactie? Maar ik wil, ja, zou dat een idee zijn? Ja. Ja, wie wil? Ik wel. Wacht even, ik stap een bordje gereserveerd. Sorry. Nou, ik wil daar graag op reageren, omdat dat aansluit op iets wat de stichting ook als aanvulling op de beleidsnota heeft ingediend van de staatssecretaris. Dat naast MR, want nu is het zo dat inderdaad de gemeente heeft absoluut geen invloed. Een MR heeft wel invloed, alleen MR is vaak 2 personen. Ja. En dat zijn niet altijd de mensen wat een afspiegeling is van alle lagen. Nou, en bovendien zitten ook onderwijskrachten in. Ja, er zitten ook onderwijskrachten in. Dus wij hebben een brief ingediend waarin wij vragen van goh, laat nou ook een achterban daarin meedenken. Niet alleen een MR, maar die MR moet ook de verplichting krijgen om een achterban van ouders. Ja. En dat kan vanuit een ouderraad, dat kunnen willekeurig een aantal mensen daarin zijn, die betrokken daarin worden. Okay, maar iedereen betrekken, dat is eigenlijk het verhaal in een vroegtijdig stadium. Het is nooit te laat, dus dit is nog steeds een vroegtijdig stadium, zo ja. Dus zou daar ook een soort van overheidswegen nog een soort van oase helpen of zo? Of zetten we dan te veel in op de blauwe orde regeltjes? Heb je dat mening ook? Heb je er orde over nagedacht? Schoolbesturen, let op, betrek uw burger. Ja, nou, op zich is dat ook wat de Kamer, waar de Kamer echt aandacht voor heeft. Die zegt ook van in de MR moeten gewoon ouders beter betrokken worden bij de problematiek van... Ja, die MR, met alle respect, er zitten ook onderwijskrachten in. Dat zijn de kerstkalkoenen op weg naar het kerstdiner vaak. Dus is dat juist een oordeel? Ja, dat klopt. Ik heb ook groot oordeel. Maar vind je dat niet? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, alle partijen moeten op zich met meepraten. Personeel is ook belanghebbend. Ja. Die willen ook gewoon graag dat ze goed onderwijs kunnen geven. En die willen ook gewoon graag goede kwaliteit van onderwijs. En die willen graag hun werk kunnen blijven doen. Dus ja, het is goed dat die daar ook over mee kunnen praten. Moeten niet net doen alsof die mensen niet te vertrouwen zijn. Nee, dat is ook niet wat ik bedoel, maar ze zitten wel in hetzelfde orgaan. Oh, ja. Zitten wel in hetzelfde orgaan. Maar kijk, waar het nou bijvoorbeeld wat Bawien nou zegt, is van, kan je er niet voor zorgen dat als een MR een oordeel heeft over een bepaald plan of over een fusie, dat ze ertoe verplicht worden om dan eerst hun achterban te raadplegen. Ja, ik zou er niet voor hebben dat dat voor MR vanzelf spreekt. Ja, ja. Kijk, ik vind het ook weer raar dat wij dan zeggen, nou ja, dat gaan we in de wet zetten, dan moet het. Ik vind dat wat ver. Ja, maar MR is wel geheimhoudingsplicht, hè? Ja. Ja, dat is een MR heeft een bepaalde situatie geheimhoudingsplicht. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Kan worden opgelegd. En dat is gebeurd bij verschillende scholen. Ja. Maar ja, in wezen zijn schoolbesturen natuurlijk ook gewoon organisaties die zich maatschappelijk moeten verantwoorden. Dus alleen al vanuit die rol en positie die ze hebben, zouden ze zelf ook moeten willen dat ze dus de maatschappij betrekken. De oproep is helder nu. Andere onderwerpen. Wie heeft nog een vraag? Ja. Kan je het rechtop zetten en hardop en luid naar ons duidelijk maken welke vraag je hebt? Ik heb meer een algemene vraag. Op onze school is al weer iemand bekijkt een sluiting. De stukken die wij gezien hebben, wat eigenlijk aan in het eind van dit jaar de definitieve kolen voor de kerk gaat. Dan heb ik net een van de gastsprekers horen spreken dat als je in de dialoog wil, dat je ongeveer 1,5 jaar de tijd nog moet hebben. Ik vraag mij af of wij dus straks de tijd moeten hebben om überhaupt in de dialoog te gaan. Ja, maar deze avond versnelde enorm, hè? Toch? Ja. Wil je er nog een reactie op van iemand? Of was dat een steek? Ik zie dat inderdaad. Ja? Er kan nooit meegedeeld worden dat de school gesloten gaat worden. Het moet dan ten eerste, de MR heeft zijn eerste MX-plicht. En ten tweede, wat vaak over het hoofd gezien wordt. Als je een bevoegd gezag zoiets oplegt,
namelijk dat de school moet sluiten, dan heeft de MR het recht op juridische bijstand die door het bevoegd gezag betaald moet worden. Als je mij een mailtje stuurt, dan kan ik je het adres van een fantastische advocaat geven die... Die net de procedure van Hoge Keppel glansrijk gewonnen heeft. Schoolbestuurders maken vaak fouten in de procedure en op grond daarvan gaan ze dan in de regel nat. Is dat wel dus, gewoon een voor de dialoog? Nee. Ja, hey, wat, dit zit erna, hè? Ja. Is het bevorderlijk voor de dialoog? Een zeer terechte opmerking. Kijk, als je met een situatie zit dat je een school bent en er wordt je meegedeeld dat de school gesloten wordt, dan kun je vragen, is dat een dialoog? Ja? Dan ben je te laat en dan past alleen nog maar hard verzet. En hard verzet betekent met een advocaat en een juridische procedure. Eén stukje ertussen. Als de procedure anders is, namelijk dat het bevoegd gezag met je kan praten en zegt van nou, we moeten het er toch eens over hebben. De school gaat qua leerlingen aantal achteruit. Er is dit aan de hand, is dat aan de hand. De kwaliteit is niet op orde. Er is gedoe op school. Hoe zien jullie zelf jullie toekomst? Kijk, dan heb je een dialoog. Dan heb je een andere situatie. Maar als jou meegedeeld wordt dat jouw school dichtgaat, dan heb je een strijdpunt en geen dialoogpunt. Nou, het woord voornemen wordt gebruikt. Ja, eens op het moment. Kijk, het is natuurlijk zo, er zit altijd een fase tussen waarin je nog probeert in dialoog te gaan. Want dat heet frustratietolerantie. Meneer heeft een vraag. Ja, de dialoog wordt formeel doet het schoolbestuur wat u zegt. Alleen ze actief raden ze ouders af om nog naar de school te gaan. Dus ze zijn bezig om uit de achterdeur te school vermoorden. En officieel zeggen ze dat ze in dialoog willen. Op wat voor manier kun je daar dan nog mee omgaan? Ja, dus. Ja. Ja, als de school mag dat, bevoegd gezegd mag dat niet doen, de ouders afraad, dat is niet toegestaan. Dat is punt 1. Punt 2 is, ik zal er inderdaad snel een advocaat raadplegen die hier kan helpen in deze procedure. Want het is een zeer serieuze situatie. Als jij op een dorp woont en je school, wordt je meegedeeld dat we gaan de school sluiten. Bij ons in Gastmeer is precies hetzelfde gebeurd. Er stond in de krant dat onze school dichtging. Dat was de eerste mededeling. Het stond in de krant. Ja? En dan ga je dus aan alle procedures voorbij die zeer zorgvuldig voorgeschreven zijn, hoe je als bevoegd gezag zo'n proces moet voeren. En ben je toen toch nog, heb je toch nog contact opgenomen en geprobeerd om in dialoog te gaan? Ja, natuurlijk. En wat was de uitkomst daarvan? Nou, ik heb bevoegd gezag een keer weggestuurd bij een vergadering. Geen dialoog? Dat is ook een vorm van dialoog. En daarna hebben we gezegd van nou, als jullie je mening veranderd hebben, dan mag je weer terugkomen. Nou, ze zijn teruggekomen. Hebben we vastgesteld. Bijvoorbeeld, ik zal één puntje noemen. Het bevoegd gezag moet op een gegeven moment een fusie-effectrapportage maken. Een goede fusie, dat moet door het bevoegd gezag worden gedaan, staat in de wet. Een fusie-effectrapportage zal in de regel een omvang hebben tussen de 20 en de 50 bladzijden. Wij hadden minder dan een haalbaar viertje. Dat is geen fusie-effectrapportage. Al die fouten worden bij elkaar opgeteld en het ging vanaf het begin was duidelijk dat het richting geschillencommissie ging. Die landelijke geschillencommissie doet op een gegeven moment een uitspraak en er is dan een mogelijkheid tot, ik heb er straks gezegd, geen mogelijkheid tot hoger beroep. Die is er in feite wel, alleen dat is bij de ondernemingskamer Amsterdam en daar wordt eigenlijk alleen naar de procedure gekeken. Heeft de rechtbank de goede procedure gevolgd? Dus inhoudelijk wordt er niet opnieuw naar de zaak gekeken. Nee, dus in die zin is er geen hoger beroep mogelijk. Als dus een bevoegd gezag zich niet aan de regels, aan de spelregels houden die in de wet voorgeschreven zijn in zo'n procedure, dan verdienen ze niet anders. Dan vragen ze zelf om hard aangepakt te worden. Thijs, ik ga even naar jou. Als je dit zo hoort, dan escaleert het snel, hè? Hoe kan je dat voorkomen? Dialoog. ik ben bijna sprakeloos. Schoolbesturen worden weggezet als schurken. Dat zijn wij niet. We hebben straks gezegd, we zijn ook vanuit onze eigen verantwoordelijkheid neem je soms beslissingen die niet iedereen leuk vindt. Ik zou eigenlijk wat wij dus bij ons het Rijnlands model noemen. Ja. Dus wij praten veel met elkaar en op het moment dat dat niet meer kan, dan moet je misschien één keer een guerrilla-tactiek toepassen dat je weer de aandacht krijgt. Ja. Maar daarna moet je weer proberen om elkaar in gesprek te raken. Ik heb al gezegd, het is een virusoverwinning. Na verloop van tijd, dan zakt dat weg, dat activisme. En die gaat het weer zoals het ging. Bij ons zeggen ze,
Ze dronken een glas, best in het glas en alles bleef zoals het was. Ja, dat kennen we hier ook. Dat moeten we dus niet doen. Dus ik pleit ervoor dus om in een ander stelsel terecht te komen. Einstein zei het al, je kunt het probleem niet oplossen in hetzelfde veld als het probleem ontstaan is. Het is duidelijk dus dat we nu in het veld zitten met een aantal problemen die we niet op een gewone manier zoals we gewend zijn kunnen oplossen. Dus we moeten zoeken naar andere manieren. En ik heb geprobeerd de afgelopen jaren dus mee als een ondernemer op te treden. Ik probeer dus als schoolbestuurder scholen te faciliteren en op zoek te gaan naar geld. Want ik ben de enige die dus boven de directeuren kan zien hoe het in de regio gaat en welke mogelijkheden dat er zijn. Hoe je gebouwen gemakkelijk kunt exploiteren, hoe ik bewoners hun eigen verantwoordelijkheid weer kan uitnemen, waardoor ik gelukkig geen enkele keer hiermee geconfronteerd word. En ik zou dus echt willen pleiten, dat heb ik al eerder op plek, ik ben ook in Hunsel geweest in Limburg ermee, praat met het schoolbestuur. En als dat niet lukt, heeft ook de Raad van Toezicht van het schoolbestuur een taak. Ben je ook beschikbaar als we je even nodig hebben? Ik heb al gezegd, ik kon die school ik naar zelf van doen. Goed zo. Blijf in dialoog mensen, het is wel echt wel de rode draad. We hebben toe nog ongeveer 1 à 2 vragen hebben we nog tijd voor. Ja. Mag ik ook advies vragen? Ja, zeker. Ik ben ook van de commissie Jeugd uitgegaan. Wij willen ontzettend graag in gesprek met het bestuur. En dat wordt door een aantal van u ook hartstochtelijk aangeraden. Maar wij hebben wel het gevoel dat dat heel moeilijk gaat. We lopen tegen een soort muur op. Bij het bestuur hebben wij het gevoel van een ijzeren logica die zij hanteren, noem ik het maar even. En die gaat dan als volgt. De kwaliteit van de school is beneden de 80 leerlingen niet gewaarborgd. Dus als wij onze school niet tot 80 leerlingen kunnen laten groeien, dat is natuurlijk in gang met wat mogelijk, dan is de ijzeren logica, dan moet dat gesloten worden. En in deze situatie, en daar komt er steeds, komt dat weer terug. Er wordt dus niet gesproken over wat die kwaliteit dan is, over wat je daarbij voor moet stellen, maar dat is gewoon het hele verhaal. Dat blokkeert het gesprek. Mijn vraag aan advies is, hoe kunnen wij die stelling doorbreken? Want wij willen best wel in gesprek, maar dat moet dan wel ergens over kunnen gaan. Okay. Wie wil reageren? Ik wel. Ja? Gaan we even beginnen met Thijs en dan gaan we naar jou. Ik heb straks even de redenering vernomen, dus de 80 leerlingen gebaseerd op 4 groepen van 20 leerlingen. Dus een combinatieklasse, ook dat is een achterhaald concept. Dus dat is wat denken in het oude systeem, namelijk dat je leerlingen groepeert volgens leeftijd. Er zijn een aantal concepten, mevrouw, die langs van scholen zet heeft ze al genoemd. Dus als je kijkt en uitgaat van de 21st century skills, kun je scholen heel anders organiseren. Met tablets en met digiborden kun je veel gepersonificeerd onderwijs gaan geven. Dat wordt de toekomst. De leraar in de rol van de begeleider en de kinderen sturen hun eigen leerprocessen. De kinderen die het niet kunnen, 5% van de leerlingen, worden echt op de goede manier helemaal ondersteund. Oké, okay, maar eigenlijk is dat dan een andere vraag. Als het daarop gebaseerd is, dan moeten er dus nieuwe concepten komen. De tweede is, als schoolbestuurder kan ik ook, ik heb ook mijn cijfers. Nou, als je bij 80 kijkt, dan heb je dus een school die met de huidige bekostiging zijn eigen broek op kan houden. En bij ons is het zo dat scholen van 400 leerlingen ertussen, ja, die zijn solidair met die kleintjes, dus die hebben niet zoveel geld. Dat moeten ze afgeven. Dus ik doe dat centraal, kijk ik of ik dat zo'n kleine school kan betalen. Maar het allerbelangrijkste vind ik vanuit de kinderen geredeneerd, over kwaliteit moeten we het dan hebben. En niet over alweer dat geld. Dat geld is, het slijt de aarde en dan moet je je niet door laten leiden. Mooi. Ik merk dat het dogma ter discussie gesteld kan worden door te praten over nieuwe concepten. Misschien nog een ander punt. Als er over kwaliteit gepraat wordt, hè, wat maakt de kwaliteit van de school uit? De kwaliteit van de school wordt onder andere bepaald door de eindopbrengsten van de school. Die worden beoordeeld door de inspectie. Hoe zien de inspectierapporten van die scholen uit? Hoe ziet het leerlingvolgsysteem op die school eruit? Als je het CITO-leerlingvolgsysteem hebt, dan wordt 2 keer per jaar een leerling getoetst. En dan wordt er gekeken, hoe is zijn ontwikkeling? Ik heb met een interview gehad met professor Frans Janssens, dat is dé onderwijscapaciteit op het gebied van kwaliteit van een kleine school in Nederland. Die liet mij een grafiek zien van de ontwikkeling van een jongetje gedurende de lagere schoolperiode van groep 3 tot en met groep 8. En dat was de ontwikkeling bij algebra rekenen. En dat was een grafiekje dat zag er zo uit. Er zaten dus 2 knikjes in. En toen zei ik, waar komen die knikjes vandaan in die ontwikkeling? Hij zei, dat kan zijn, de leerling wordt gepest, scheiding van de ouders, een verhuizing van zijn beste vriendje,
Er zijn 10 redenen op te noemen waarom een leerling een dipje heeft. Maar hij zei, het is een hele goede school, want hij is weer teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke niveau. Hij heeft een dipje gehad. We hebben allemaal eens een dipje in het leven. Hij, die leerling, de school heeft ervoor gezorgd dat die leerling weer zijn oorspronkelijke traject oppakte en zijn oorspronkelijke ontwikkeling heeft doorgezet. Dat is gewoon een hartstikke goede school. En als je dat kunt laten zien, dan heeft geen enkele schoolbestuurder het lef nog om te zeggen dat de kwaliteit van die school niet op orde is. Als jouw eindopbrengsten in orde zijn, als jouw inspectierapport op orde zijn en als jouw leerlingvolgsysteem op orde is. Nee. Het GION hier in Groningen heeft dus onderzoek afgeleverd op 13 juni langsleden. Onderzoek naar kleine scholen kwaliteit en ze constateren dat er in onderzoeks die er zijn, dat er niet sterke aanwijzingen zijn dat het dus het zo is dat een kleine school, het correleert wel vaker met een zwakke school, maar dat is niet onderzocht waarom het komt. Dat vind ik dus ongenuanceerd van de inspectie. En ik denk dat als je kleine scholen hebt, wat straks werd gezegd, bij last in first out, dat je wat oudere leerkrachten hebt, maar de meeste schoolbestuur hanteren niet de last in first out, maar het afspiedingsbeginsel. Het zou dus kunnen zijn omdat je als last in first out wel toepast, dat er dus uiteindelijk een viertal oudere leerkrachten werken. En nou, die zijn meestal wel goed, maar die kunnen natuurlijk wat lastiger vaak de nieuwigheden bijhouden. Maar wel in staat om prima onderwijs te houden. Ja. Wil je nog iets zeggen? Je schudde heel hard nee. Ja, ik zit even naar de realiteit te spiegelen. Ik ben voorzitter OR, ik heb ook in het RR gezeten. Wij hebben gedeeld met een bestuur dat niet om tafel wilde. En als je een bestuur hebt dat de kont tegen de krip gooit, tegen de ouder, heb je het gewoon heel zwaar. Dan kun je met alle mooie cijfers komen waarmee jij wat je hebt. Ja. Maar een bestuur zal het tegenovergestelde doen. Maar je komt iemand uit zijn vakgebied en jij bent ouder. En je gaat ineens een schoolbestuur vertellen wat hij moet doen en hoe hij het moet doen. En je gaat het afrekenen. Dat pikt hij niet. En sterker nog, je zou het zelf ook niet accepteren als je eigen vakgebied ziet. Dus ik denk dat je qua communicatie op een andere manier met elkaar op tafel moet. En niet dialoog. Met de advocaat. De dialoog begint met judoles. Judoles is meeveren en ombuigen. Ja. En op zoek gaan naar iemand of personen die daar een intermediair in kunnen zijn. Ik denk dat dat wel binnenkort. Helemaal goed. Ik ga nog één vraag uit de zaal doen en dan heb ik aan jullie de slotvraag. En de slotvraag is, wat is nou je diepste emotionele oproep aan deze zaal? Ga je gang. Ja, mijn vraag is dus ook van een soort conclusie, maar ook de vraag is dan, wat betekent het verandering, hè, de verandering van zo'n gebied? Wat betekent die krimp voor de competenties van een schoolbestuurder? Want als je situatie verandert, dan moet je anders leren denken, moet je anders leren kijken. En jij zegt van, nou ja, zo'n schoolbestuurder pak je in zijn, of die kan je raken in zijn vakgebied. Maar de vraag is of dat zo is. Of niet is het nog competent? Of niet, ja. Nou ja, of de veranderde situatie niet om andere competenties vraagt. Okay. En of het ook niet zo is dat het leren omgaan met zo'n nieuwe situatie, het je richten op nieuwe concepten in een veranderde situatie met krimp, of dat niet betekent dat de competenties van een bestuurder moeten veranderen. Ja. Of dat er niet bij hoort. Vragen. Juist die dialoog. Thijs, ja. jij bent zo'n bestuurder. Ja. Heb jij andere competenties dan vroeger? Nee, dezelfde. Maar ik ben heel lang degene geweest die te ver voor de vervaren uitloopt. En gelukkig heeft nu de vernieuwing hebben mij ingehaald. Dus nu ben ik bijna in frequentie met wat er gewild wordt. Ik heb ook een aantal keren dat ze geprobeerd hebben om mij dus ook weg te krijgen. Maar dat is niet gelukt. Dus een hele goede competentie. Ik denk dat in de vraag staat het antwoord. Bedankt daarvoor. We gaan naar afronden. Mimi wil nog iets over zeggen. Ja, want het is natuurlijk ook heel complex en ingewikkeld om in een krimpende situatie alles op orde te houden en te hebben. Kijk, in een groeiontwikkeling komt er altijd wel iets bij. Als je ergens een verkeerde keuze hebt gemaakt, dan compenseer je dat wel weer. In een krimpsituatie is elke keuze die niet goed is geweest, heeft meteen enorme gevolgen. Dus ja, het vraagt gewoon vooral kanteling in denken van die bestuurders. Niet meer in groeidenken, maar in krimp, wat jij ook al aangaf. Wij hebben Rijnlandse kantelaars nodig en frisdenkers. Hartstikke mooi. Heel erg bedankt. Mag ik aan jullie de vraag stellen? Wie heeft er vanavond geleerd? Dankjewel. Dat is een zeer bevredigend begin van een nieuwe dialoog in onze regio. Dank voor jullie aandacht. We gaan nog niet applaudisseren, want ik ga nog één keer alle sprekers weer langs. En we hebben hun de vraag, wat is je laatste emotionele slotopmerking? Harry, jij lijkt me het meest emotionele van stel. Jij mag beginnen. Ik ga bijna huilen nu. Nee, blijf ervan uitgaan dat al die betrokken mensen het beste voor hebben met het onderwijs.
En dat moet die dialoog op gang brengen. En ik zou zeggen, jullie zijn mooi gestart, houden elkaar vast en proberen een gezamenlijk project om te doen. En niets is onmogelijk. Laat het wonder van Garnwerd aan zee gebeuren. Bij beslissingen die je moet nemen als je ouder bent, bestuurder bent of politicus bent en je hebt met een school te maken, probeer dan te bedenken wat het beste voor de gemeenschap waarin die school staat is en handel en denk vanuit die competentie. Everybody said it was impossible until it was done. Nelson Mandela. Dank jullie wel.